Goedendag, welkom bij de nieuwe aflevering van Kinderbak Podcast. Ja, ik heb vandaag een bijzondere gast. Ik ben ook super blij dat hij er is. Het werd een keer tijd, maar allereerst wil ik zeggen: uh, dankjewel. Iedereen bedankt voor het kijken, luisteren, subscriben op de laatste podcast met uh, politieagent en veteraan Erik Rutte. Hij is al meer dan 700 keer uh, bekeken. Heel veel uh, complimenten hebben we mogen ontvangen, met name vanuit uh, de handhavings... Uh, sector. Echt van de politie die is heel blij met de podcast. En uh, ja, we zijn daar heel, uh, heel blij mee. Dus iedereen bedankt. Ook voor nu. H help ons op weg. We moeten naar die duizend subscribers. Hit die like button, weet je. Dus uh, en uh, ja, podcast, er zit veel tijd in. Mocht je uh, uh, we doen het met veel liefde. En uh, ja, als jij zoiets hebt van hey, pay for value. Als wij, jij de Kerenbak podcast uh, leuk vindt en waardeert. Dan kun je een uh, donatie achterlaten bij de beschrijving in de podcast. Daar heb ik een Paypal link. En uh, al vind je het 1 euro, 1 cent, 5 euro, 10 euro, uh, dat maakt niet uit. Je helpt ons vreselijk ermee. Kijk, vanaf vandaag toevallig er is een, uh, moet een nieuwe kabel besteld worden. Want je zult vandaag merken dat we met twee camera's werken. Het wide shot, shot <coughs> uh, is niet omdat de kabel kapot is gegaan. Nou, die kabel moet vervangen worden. Ja, en met donaties, daar, uh, daar gebruiken we de, dat geld voor. Jezus, kinderbakken, weer een super lange intro. We gaan over naar mijn, uh, naar mijn gast. En uh, dat is uh, Veteraan. Luc Elsout, welkom man. Dankjewel man. Ja, lange rit voor mij. Ten Bosch hè, kom je uh, uit de buurt van de, de, de Bosch ja. Bos, ja. Maar ik kwam hier net binnenrijden en toen dacht ik jij fietst niet vaak wel. Nee hoezo? Nou ho hoogte man. Ja, ik ik kom <laughs> berg hier. Ja zeg, Daarom zeg ik ik doe ook wel eens fietsen. Oh okay. wel hoor. Dat je zou me niet zeggen. <laughs> en dan is het raak samen met een maatje van mij. Shoutout Roger, hoe <laughs> heet uh, het. Uh, dan is het altijd de terugweg. Is gewoon altijd kut. Is want kut. je hebt het gezien. Ik woon op de Molenberg. En dat is. Dat zit het woord. Berg, oh man. Ja. ja man. Ik zou gek worden. Maar ja, goed. Nee, ja. Ja, uit, uit de buurt van een bos. Ja, dus anderhalf uur rijden wel. Ja. ja. Goed te doen hè. Jazeker. Maar hey, anderhalf uur gereden. Ik ben echt blij dat je er bent. Want het leuke is. Kijk, voor mij. Uh, ik spreek met zoveel mensen op de ja. podcast. Veteranen, niet-veteranen. Politieagenten. Komplotwapies. Uh, 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 rood, geel, bruin, paars, blauw. Ik, ik, ik praat ermee. Als ik het leuk vind, dan praat ik er mee. Maar voor mij is het altijd speciaal als ik iemand tegenover me heb zitten, waar ik zelf mee gediend heb in dezelfde eenheid. En ja, dat is bij man. ons het geval. We hebben bij het 17e gediend. We hebben ook samen missies gedaan, ja. een missie gedaan, Irak. Uh, toen was jij wel nog manschap, geloof ik, cooperaal ja. kan dat zijn? Nee, of, soldaat. Uh, was paks. soldaat. Pak, ja, soldaat 1. Ja. Ja, 2004, dat, hè? 2004, 2005 was dat. Ja, ja, 2004, 2005. En dat was bij uh, het 17e, Charlie Berencompis. Daar ja. hebben wij... Uh, gezeten. Weet je dat moet ik je nog altijd zeggen. Weet je waar ik, jou altijd nog aan, waar ik me altijd herinner aan jou? Dat, is, dat zal ik nooit meer vergeten. Dat was in Normandië. Daar kregen wij ons koord. Jij was natuurlijk al uh, een, een, een dikke, of een ja. dikke, nee, Ook, een ja. grote <laughs> onderofficier. En uh, in die tent gingen we s'avonds uh, bier klappen, weet je nog? Oh, en nee. jij had een lied verzonnen. Weet je dat nog of niet? Oh, dat ging over, je moet goed denken, we hadden die op de koelkast gezet. Ik hoor mijn broer alweer lachen. Ja, ik zweer het, dat lied was... Uh... Oh, fuck. Um, we, zijn, we zijn de motherfuckers van BRC, gelegen in Oorschot en Geef, toch niet? Ik zweer het. Hey, motherfucker, wat je toch about? het weet je wat? Die ons, ballen zijn oud. Bak, onze bakken <laughs> zijn onze oud. Onze bakken zijn oud. <laughs> ja. Ik zweer het. Dat lied, jongen, dat, dat ken ik gewoon nog, hè? Het is niet oh. brede uitgestegen. McDonald's niet uit. We rammen op je Vupo en je trap in eruit. eruit. <laughs> Ik zweer het. Oh, shit. En daar werd in die tent daar op dat campingje, weet je wel. We uh, ja, stonden ja, ja. op zo'n heel klein campingje stonden we toen. Met hadden we een paar boogtenten neergepleurd en. Dan hey, daar gingen we s'avonds dan bier klappen. Ja, wij jonge gasten, wij kwamen net binnen. Wij uh, we kregen dat koord daar uitgereikt. <laughs> en ik denk, wat de fuck is dit? Maar dat liedje, dat stond op onze koelkast in onze legeringskamer geschreven. Ik zweer het. En dat is wel het eerste wat me, wat me aan jou herinnert, zeg maar. Dat is ja, wel man, vet, man. Ja, maar ik was ook wel altijd van die, uh, ja, van die gekke shit. Ik vind, dat, dat, dat is zo grappig, want... Um... Hoe heet het? Natasja Plokker, die, die is ook op de podcast geweest, ja. die reageerde gisteren op een Facebook van, uh, uh, status update van mij. Van ja, met jou kon je altijd lachen, je haalde, sle sleepte iedereen er doorheen met je gekke onzin en dingen. Ja, dat klopt wel, met, ja. met dat soort dingen, daar Zeker was ik wel van. Ja, ja later man. deed ik zelfs nog, uh, ik, ja, de microfoon is niet onbekend van mij, ja, dan ging ik uh, rappen of zo, hè? of met uh, Timon Timon Berends was het bij BLJ. Gingen we, hij kon heel goed beatboxen. En dan ging ik ging dan freestylen. En hij beatboxen. Gewoon twee fucking onderofficieren die op een podium staan te fucking beatboxen. Oh. <laughs> maar jij bent toch ook toen een keer, oh, jij bent toch ook in Amsterdam of zo, comedy shows gaan doen. En weet ik het. Ja. Maar ik weet nog, oh, dat weet ik ook nog, dat is ook vet. Jongen. Die <laughs> jij maakte gewoon, jij, jij haalde gewoon je verhalen. Dat waren gewoon waar gebeurde verhalen die jij meemaakte op missie, weet je wel. Ja. En mensen gingen helemaal stuk. Die ja. gingen helemaal stuk, hè? Oh, ja, dat is toch Zelfs tijdens optreden, gewoon, ja, dat is niet voor te lachen. Ja, ik, weet zweet je. Dat, ik had gewoon die shit in mijn stand-up set gedaan. Ja, is toch? Vet, en voor man. mij was het gewoon stomen, weet ja. je, gewoon afblazen van die fucking bullshit. wat, wat <laughs> ik allemaal uh, doorheen <laughs> moest gaan. Ik vind dat zo vet, joh. Ja. Maar dan zie je dat, dat, dat het, het werk is knijter, serieus. Maar die lach, die heb je echt nodig, toch? Ja, man, maar dat, dat, dat is zo belangrijk, dat werk wat, uh, bij, wat mensen bij Defensie doen. Ja, het is uh, heel vaak niets, maar als je dan iets doet, duizend ja. dingen in één minuut, al die duizend dingen moeten kloppen, want ja, anders ja. gaan er, uh, ja, gaan er ongelukken gebeuren. Zeker weten. Daar komen ja. we straks op, ja. bij jou zijn ook heel veel dingen gebeurd. Uh, heb je ook duizend dingen in uh, één minuut moeten doen, je bent op ja. een ID gereden. Ja. Nou, er zijn gewonden bijgevallen, je hebt zelf ook gewond uh, geraakt, komen dadelijk. Sorry? Ik wil nou niet gelijk die vibe eruit halen, nee. maar, maar met ons twee komt dat, uh, komt dat sowieso, goed, maar. man. Sowieso, sowieso. Okay. Ja. ja. Oh, ik hoor dat wij allebei iets, iets zachter mogen. Ja, dat hoor ja, ik ook. Luc, jij praat, na, ja, jij praat natuurlijk heel duidelijk. Ja, en heel hard. Dat hoor ja. ik ook vaak thuis hoor. Ja. Serieus. Dus. Ja, maar dat is goed. Maar dat is ook leuk met jou. Ik heb ja, humor. Praat praat... Nee, maar uh, ja, vet shit, man. Ja, man. Jij bent. Uh, jij, maar... Ik zat toen al bij de Charlie compië maar jij bent begonnen ook bij de Charlie Compie, toch? Dat was jij... Nou, ben jij met hun naar Bosnië geweest toen? Ja. S voor 10? S4, nee, S voor 13. Oh, 13. Ja. Ja, kijk. En toen zaten wij zeg maar in zo'n na of weet ik hoe dat heette. Na-detachement, ja. ja. En dan zat ik eerst bij de Alfa Compi, toen bij de Brave Compie. En toen kwamen jullie terug. En toen zijn we helemaal opnieuw geformeerd. Als peloton. Dus allemaal nieuwe jongens in dat derde... Wij zaten toen in het derde peloton. En jij ja, zat geloof ik bij het eerste peloton. De Skuls. De skulls. Oh, Johan, Johan zat er. Ja. Johan ja. is nu BA geloof ik. Ja, van, uh, BA. Wat geweldige. Ja, Dat dus gelijk... was altijd mijn voorbeeld geweest. Ja, joh. mijn ook. Ik moet dat gelijk zeggen, man. Uh, Johan Hulde, dankjewel. Ik heb zoveel geleerd van jou. Uh, maar ja, ik ben natuurlijk een mannetje. <laughs> maar Johan, jongen, die, ik was met hem... Uh, Weet je wel, met voertuigen, vier, vier bakken. Ik was Alpha-sectie, weet je. Met hem. Ik zat op het Romeo-voertuig. Ik was dus op het pijpstoeltje. Ja, ja. Je, ja, ja, ja. Ik was bij het Romeo-voertuig. En uh, ja, Johan, alfa-voertuig. Maar ik heb van hem zoveel geleerd qua leidinggeven. Hoe hij dingen deed. Uh, aanliep en zo. Ja, als in karakter. Totaal verschillende ja. mensen. Maar voor mij, ik, ik heb gewoon... Ja, ik heb daar zoveel van geleerd van hem. Ja, ik vond vooral ik, bij hem was... Um... Hij je, hem echt, ja. je kon hem echt schieten, want hij liet je echt die put opnieuw graven. Ja. Hij liet je echt opnieuw dat voertuig camoufleren. Hij liet je echt opnieuw dat stuk lopen. Ja. Alleen toch op een of andere manier zag je daarna in waarom je dat moest doen. En dat vind ik wel een kracht van hem, weet je wel. Dat heeft me altijd wel geholpen in de rest ja. van mijn carrière. En zeker ook in Irak met hem, jongen. Hij, hij stond echt voor ons klaar. Ja. Hij, iedereen kon wat vinden van ons... Maar ja. je botst eerst tegen hem op, hè? Ja, man. Dat is, dat, dat is echt, jongen, die staat voor zijn uh, kerels en voor zijn vrouw, ja. hoor. Maar hij is, ik moet daar zo om lachen dan. <laughs> ik noemde hem ook altijd Robocop. Want uh, zijn lichaam liet het zo vaak afweten. Klopt, klopt, maar hij gaf ja. het nooit op, weet je. Ja, gewoon dan, rennen met en, zin, Ja, had hij weer iets. En, uh, ik weet nog dat het heel veel van voetbal, natuurlijk. PSV zijn ding. Dus, maar dan uh, liep hij weer ergens in een of andere brace en alles. En dan hij, <laughs> Robocop. Ik moet je smoel houden. Ik ja. oké, okay, oké. Okay. Ja, we hadden wij, ik, ik ben voor Ajax en uh, we hadden een podcast. Okay, de podcast Rob, is nu afgelopen, Rob, klaar. Ja. <laughs> ja. Nee, maar Rob Peters, de, oh man, dat was ook zo vet. Die was ook voor Ajax, maar Rob die deed af en toe een beetje treiteren bij Johan. En dat kon Johan niet waarderen. En toen ging ik hier zuipen in Eindhoven, biertje drinken. En uh, toen had hij gewoon die Rob Peters, gewoon een uh, soldaat, tegen de muur opgezet. Hè? <laughs> gewoon zo. Jij moet mij niet lopen fucken, jongen. Nou, de, maar dat zijn mooie dingen, weet je wel. En daarna is het ook weer goed gepraat en zo. Dus ik vond hem wel echt, uh, ja, gewoon echt. Hij is echt. Ja, dat is dus ja, een echt, en oprecht, echt uh, ja. een oprecht mens. Ja, Soms is het kut als je weer opnieuw moet doen, maar. Ja, er zijn er weinig, uh, weinig van dat soort mensen. Weet ja. je. Eerlijk, maar oprecht, weet je, toch rechtvaardig. Weet ja. je. Streng, maar rechtvaardig. Uh, een van mijn grote, ik heb wel geluk gehad met de mensen die ik heb leren kennen. Weet je, een van mijn grote voorbeelden is daarin ook Willem Landman. Weet je, dus ook een CSM geweest bij de Alpha Alphaconics Compute. Ja, daar keek ik echt tegenop. Ja. Maar die zei ook gewoon tegen de of tegen de colonel, haal je handen uit je zakken. Ja. Weet je, en dat deed die vent dan gelijk ook. Ja. Die vent heeft gewoon een soort natuurlijke ja, dat autoriteit. Ja, dat... Maar wat, wat niet, zeg maar, ge, gemaakt is, dat hij is gewoon zo. Dat bedoel ik. Kijk, ja. vaak wil je een rol aanmeten en ja. Die, ja, dat is gewoon zuur. Ja, ik weet nog bij Landman, serieus. Was ik, hij was ook instructeur niet in mijn peloton. Bij in 1995 bij de Bravo Compi van het schoolbataljon. En toen werd je. Weet hoe ze, je weet toch hoe ze Sinterklaas vieren bij, <laughs> bij Defensie? <fancy. laughs> ja. Toen moest Landman, toen was hij ook vrij jonge dus sergeant, geloof ik. Moest hij bij de Sint komen. En wat bleek nou? Hij had een vetera, VRA ingevuld. En dan moest hij ja, op die VRA stond. Ik zal het nooit meer vergeten. Ja, want uh, ja, ik, de Sint leest hier dat je uh, je VRA je wilde verlof omdat je met je vrouw en de rest van de kutzooi <laughs> ja. naar, naar de tandarts moet. <laughs> ja. Ja, dat soort dingen. Is, ja, heerlijke dingen. Dat is het uh, mooie bij jou, onze wereld. Hè? Zeker weten. Ja. Ja. Jij bent inmiddels burger. Ja, sinds afgelopen maart. Nu kribu. Ja. ja, burger bij Defensie. Hoe bevalt dat? Ja, heel goed. Als ik heel eerlijk ben. Okay. Dat bevalt me echt uitstekend. Alle all, all, all pleasures en niet de lasten. Is dat waar? Nou ja, weet je... Kijk, ik heb al... Ik, als je nou bij mij een scan doet en dan... Uh, als je dan kijkt of ik de regels wil volgen of niet. Ik zal altijd de randjes opzoeken Ja, ja. Dus als je dan hebt over tenuen en dat soort frats... Ja, dat vind ik echt grote bullshit. En daarom connecten wij ook zo. Ja echt, ja, echt. Want als je dan... Ik zeg altijd zo, als je als CSM of... Uh, He, CSM, die is daar dan van, hè? of uh, en dan heel dat op de tenue let. De, de jean major. Ja. Dan denk ik, kappen nou, ga nou gewoon inhoudelijk tactisch ergens van wat van vinden en begeleid de onderofficier in plaats van uh, te letten op de weet je wel? Ja, ik vind daar gewoon echt een tekortkoming. Ik heb een tijd bij school schools uitgezeten en um, als ik aan lesgeven was, dan gebruikte ik wel eens het woord kut, omdat ik gewoon echt gepassioneerd daarmee bezig ben en dat is gewoon mijn vocabulaire, dat is gewoon in die wereld. Ja, je weet hoe het werkt, toch? Kut is gewoon een afkorting kwalitatief uitermate teleurstellend toch? Telustellend, yes. Ja, maar dan moet ik dus op gesprek komen dat dat woord dan niet kan in de vol Ja, dan ben je mij kwijt. Ja, zeker. Maar toen zei jij, ja, ik ken jou. <laughs> wat is dan nou voor gekut? Ja, <laughs> oh, laat kut, mij joh. gewoon mijn ding doen. Precies. Want als ik, als je mij... ik heb verantwoordelijkheid. Je geeft mijn een oogmerk, een opdracht, die ga ik uitvoeren. Als ik dat oogmerk, opdracht niet haal, dan schub je me onder een flikker. Hè? Dan doe ik het op of, of opnieuw of je trapt me eruit of zo. Maar niet. In Die weg, man, laat me mijn ding doen. Ik heb genoeg ervaring om dat gewoon goed te doen. Weet je wel, ja? Dan, heb je, dan ben ik het echt kwijt, en dat vind ik nou chill. dat heb ik niet meer. Dat, dat, dat is het mooie als je ook met je groep of peloton zeg op groepsniveau: je mag zelfstandig met je groep dingen doen in het bos als groepscommandant. Weet je dan, dan kun je gewoon jouw ding doen en iedereen ja? uh, beter maken in zijn kracht zetten. Want ja. er gaat niemand tegen jou zeggen: van je hey, even, niet kut zeggen. Hey, heb je gezien hoe die gasten net dat doel daar hebben uitgeschakeld? Ja. Ja? Nee, maar ik ben, ik, ik ben gewoon van schelden. Op een of andere manier in de bak ook. Altijd. Ik flip hem gewoon tegen iedereen uit. Je moet gewoon je ding doen. <laughs> ik ben Helemaal gek, jongen. Ik flikkerde met dingen. Ik gooide ze tegen ze aan. Ik ben helemaal gek. Maar ze respecteerden me allemaal, <laughs> weet je wel. Omdat ze wisten dat het gewoon mijn uiting was. Ik ben gewoon drukbaasje. Ik ben gewoon. Er moet gewoon allemaal goed gaan. En als het niet goed gaat, dan, word ik gewoon, dan flip ik hem uit. Mijn boordschutter, jongen. Die heeft zo vaak als hij toch niet goed zat. Of als hij ja. niet goed zat met zijn kanon, weet ik veel. Ik werd gek, jongen. Maar dat is natuurlijk omdat jij ook boodschutter bent geweest, toch? Ja, daar ben ik ja. ook. Ja, ik ben ook weer boordschutter geweest. Mike Mike. Oh, poef, 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 hè. De 163. Nee, daar ben ik geweest, ja. ja. Dus ja, die zat natuurlijk wel in mijn vizier. Omdat ik ook wel uh, snapte hoe dat werkte. Maar de andere mannen ook, weet je wel. Achter in de bak. Ja, ik, ik schold gewoon altijd. En als we eruit moesten, jongen. Ik naaide ze altijd op, jongen. Gewoon maximaal gewoon... Gewoon rrrr, ik, hoor, weet je wel. ik hoor dat dan hè, op dat braamen jongen, ey hé, godverdomme, je moet gewoon volgaan. jullie <laughs> moeten gewoon vol, wat bij uw kut, ja, je, je moet dan. uw bakken zouden, ja, 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 je moet naar links, links, daar. Ja, Dat bijvoorbeeld, hè? Ja, maar echt, man. jongen, ja, dat is gewoon in Alleen, ja, ze weten gewoon dat ik dat ze dat soms met een korreltje zouden moeten nemen of zoiets ja. wel. En uh, ja, en achteraf komen ze toch naar je toe, Peukie, bakkie, ijs, shards. Ja, hebben we goed gedaan, ja. hè? Ja, heel goed ja gedaan. zeker weten. Mooi man. Ja, zo kan, zo herinner ik me jou ook nog wel, man ja mooie mooie ja. tijden man ik weet dat 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 was echt een uh, leuk een goed peloton het derde peloton dat ja toen die had, tijd ja ja Johan ja. had dat uh, echt uh, wij zouden alleen naar hier gaan wist je. je dat nee, nee. wij wij uh, we hadden natuurlijk toen Ferry Aalbers ja lange commando ja. was dat geweest ja. Ja. ja die was onze commandant en uh, toen uh, hadden ze ons aangewezen om Zo'n zo voor uh, detachement te worden of zo. Wij zouden alleen met ons met peloton dat, ja. Ja, voor uh, die missie gaan draaien of zo weet ik veel. Maar dat is toen niet doorgegaan. Toen is Ferry alleen gegaan. En um, ja, daarna zijn we natuurlijk met de hele compie gegaan. Maar ja, dat, is, dat, dat maakte ons wel als peloton zeg maar, van: hé, hey, we worden daarvoor aangewezen, dus wij zitten op de goede weg. Ja. En Johan maakte het toch wel dat wij op de goede weg zaten. Want die maakte echt van wij zijn de beste, weet je, heel de tijd dat, weet zeker, je. Zeker, maar dat is belangrijk, hè? Team, ja, spelen, teamgeest creëren. Ja. Daarna wordt die uh, olievlek wel meer, weet je, want het begint op het laagste niveau. Pax, buddyteam, ja. sexy, ja. groep, ja, zo gaat door. peloton, ja. weet je. Uh, dus de, eerst is het ook die OPC die die lui moet uh, vloren, ja. vormen, opleiden, mm. trainen, dat is ook zijn taak. Die Luitenant is, ja, zo zeg ik het altijd. Maar ik ben wel vaak geprezen geweest met mijn Luitenant, zo. Maar ik noemde die leider, gewoon, dat is gewoon een manager met een buks. Ja, ja. ja daar is het. Chisjant van de, ik ben sjant van de voort en vanaf nu gaat alles anders. Dat was de eerste keer dat ik hem zag. Hey, ik heb een keer, ah, goed, jongen, ja, jongen, ik kun je... heb een keer, Jij weet hoe Johan is. Ik ja, heb gewoon... Sorry dat we dat name droppen, Johan. Maar we bedoelen do, het alleen maar allemaal goed, weet je? Mocht je dit luisteren. Um, ik, bij Johan, dat moest je gewoon op kantoor komen. Melden en alles. Zeker in het begin. Je weet hoe dat vaak is met nieuwe snuitjes die binnenkomen. <laughs> ja. ik, was, ik zat toen op kantoor. Want ik zat twee deuren naast jullie of zo. En toen kwam die... Uh kwam die binnen ja ik zoek uh, ik, ik zoek een uh, van de van de voort ik zeg oh Johan nee dan kun je gewoon uh, Johan noem maar <laughs> ja, op ik ben er ja, ja dat, ik zeg is het gewoon twee deuren verder ga je gewoon zeg ja. maar gewoon uh, is Johan hier ja. ja en toen en dan ging, toen ging die weg ging die weg en dan ging ik hop luisteren ja en dus, is je oh. ja leuk toch Heerlijk. That shit man Oh man, ja. Mooie tijd was dat daar. Ja, ja. man. Hoe heb jij, uh, Irakker verarmd, man? Wat was jouw eerste ja. missie, hè? Dat was mijn eerste missie, ja. Wacht, laat ik beginnen even uh, beginnen. Heb jij het Ja, jullie waren natuurlijk supergoed voorbereid. Want daar hebben we het net over gehad. Dus jij ja. was helemaal klaar om ja. je taak te doen. Dus we gingen er wel daarin, ja, ja, zeker weten. Ja, we hadden natuurlijk. Uh, we gingen toen een beetje over op die luchtmobiele. Organisatie met drie groepen, met softtopjes, want ja, wij waren natuurlijk uh... lichte infanterie, ja, ja, ja. ja. ja we gingen toch? met voertuigen optreden, ja, ja. en bij softtop. Juist. Ja. En dan twee voertuigen per groep, en zet je dan met vier man op, dus acht man per groep, en dan drie groepen de Alpha, Bravo, Charlie groepenswitch. Maar die switch konden wij goed snel maken, en ik vond echt wel dat wij ja, redelijk goed. Ik kan me dat, ja, ik weet nog dat we te weinig minutie hadden of zo, weet je wel, altijd. Mm -hmm. Maar um, Nee, goed voorbereid. Ja, zeker weten. Ja. Ik had wel het go het go een goed gevoel ik daar. Had, ik had nooit gedacht, ja, wij zaten op uh, al -Kidr. Ik weet niet of Michel dat al heeft laten zien. Of dat misschien tof is om dat met uh, Google, uh, Google Maps te laten zien, met Satellite. Wij zaten natuurlijk op al Er waren drie bases. Hè? Wat hadden we? Rumaita, Smitty. Ja, Smitty was het grote kamp en, en ja. al -Kidr. Dat was al een klein kampje. Daar zaten ja. wij met de Charlie Compi. We waren dan wel meegegaan als een kompie bij 12 bataljon. Ja, ik zou dat niet meer. Ik van weet de alleen de generaal nog, die van Doren geloof ik. Ah ja. ja, maar in ieder geval wij zaten dus op een hele kleine plek, een klein, rustig, vrij rustig gebied. Ja. En uh, ja, kijk hier. Als je kijkt, dat is die grote brug. En dan denk ik dat we, als je nu. Is dat driehoekje toch? Dat, ja, dat driehoekje. Dan moet je ja. Michel liggen. bij de zie je greens. Staan het woord greens. Uh, ga maar eens... Ja, daar. Volgens mij als je een stukje naar rechts gaat, is het niet daar? Nee, naar beneden. Naar beneden nog? Daar. Daar? Daar, daar moet het ergens zijn, volgens ja, mij. Ja, daar was de base. Jongen, ei. Gast. Ik weet nog toen... Uh... Ja, maar, maar dat was... Ik, ik, ja, ik de heb brug, dat... daar rechtdoor. Nou, ik... Ja, die bocht Daar ongeveer. Nee, maar weet je... Um, ja, het was... Dankjewel, Het bon. was natuurlijk... Kijk, je gaat met je maten op pad. Ik was 18 jaar, man. Of, ja. ja, net 19 volgens mij, 18, 19. Dat is gewoon jong, hè? Zeker. Maar ik kon het me, ik, ik weet nog dat ik het me het niet, niet kon voorstellen. Ja. Opnieuw zie je allemaal gekke fratsen en weet ik het allemaal. Ja. Maar hoe kun je dan daar rondrijden? En dan had ik hetzelfde weer bij Afghanistan. Mm -hmm. Daar praten ze allemaal over die ID's en bermbommen, weet ik veel. En overal wordt geschoten. Ja, maar toen dacht ik echt: van... Fuck, hoe, hoe ga ik dat doen dan? Maar ja, je merkt natuurlijk als je daar zit en dat je daar bent, dat daar gewoon je leven wordt. En. en in mijn lezingen geef ik het ook aan. Ik zie het verschil tussen Irak en Afghanistan. Dat Geef ik altijd aan. Ik vergelijk het altijd met Irak was meer zeg maar als je in een donkere trap oploopt en er wilt iemand bij je enkels pakken. Dus je hebt altijd dat dat stressverhogend gevoel omdat ze altijd zeggen dat er iets gaat gebeuren, maar er gebeurt eigenlijk weinig. Ja, ja. Weet je wel dat er de bepaalde vibe komt. Als je onder de dekens gaat liggen is het ook goed. Ja. Ja, nou ja, maar ja, ja. echt precies, ja. jongen. Dat, of dat je in het donker aan het fietsen bent en je hoort een geluid... en dan ga je eigenlijk automatisch wel harder fietsen, weet je wel? Ja, met die verkiezingen, ja, ja, dat ze ons naaiden zult het op... en dat ze die, die auto wasser. ik weet niet of je dat verhaal mee hebt gekregen... dat die, die tweelingbroer, werd die onthoofd, hè, in een doos het hoofd werd in een doos gestopt, werd opgestuurd naar het kamp... om ons te in, uh, uh, intimideren. intimideren. Ja. Allemaal van zulke fratsen, weet je wel. Maar in Afghanistan gebeurt het echt. Ja, bro. Dus... Dus dat is het verschil wat ik altijd aangeef. Irak was echt constant tegen het level aan van... Um, ze gaan je pakken, ze gaan jullie pakken... Uh, met die verkiezingen, mm. die cirkel. Ze pakken je, ze vangen je daar op. Nee, er gebeurde, gebeurde in principe niks. Ja, we hebben één keer een contact uitgevoerd... omdat we een schot ja. hoorden in het Palmbosje, weet je wel. Palmbosje, ja. Ja, man. toch? Um, maar ja, tuurlijk, er gebeurt heel veel... maar niet dat gevecht wat jij denkt te gaan hebben... Nee. Dat is niet. Er gebeurt wat. Er is gewoon een bepaalde uh, uh, oorlog gaande tussen, tussen mensen, tussen groeperingen. Ja. En jij bent daar aan het rondrijden, maar je, je maakt niet die, die wezenlijke gevechten mee op ons stukje in onze tijd. Nee, klopt. Vanuit mijn perspectief. En in Afghanistan is het natuurlijk werkelijk anders. Daar ben ja. je echt aan het strijden tegen een vijand. Ja, jij ja, hebt dat aan de lijve ondervonden. Maar in Irak, is, ik vind het wel grappig hoe je dat uh, zegt, uh, goede great analogy, weet je, die, uh, die vergelijkingen die je maakt, uh, ja. ja, zo zie ik het inderdaad ook wel. Ik moet ook wel zeggen, in Irak, voor mij persoonlijk, was dat de shit. Ik was eigenlijk een beetje op het toppen van mijn ja. kunnen van als groepscommandant. Ik had, ik, daarvoor was ik als groepscommandant in Bosnië geweest en ik had daar heel veel geleerd over leiding geven ja. en... Uh, ja, gewoon wat het is om groepscommandant uh, te zijn. En in Irak was je gewoon ja, Jan Kaas op safari nee. met je groep. Ja. En uh, jij was daar gewoon. Zeker, de baas, de sergeant in een gebied. En je zat daar gewoon uh, ja, bij Shura's, noem maar op, bij ja. Bedouïden in een tent in de woestijn. Je zat daar gewoon te praten met mij. Ja, ik voelde me echt mannetje. Hey, de, de groepscommandant in Irak is de PC in Afghanistan. Ja, precies. Zo moet je het zien. Ja, de ja, precies. Want ja, jij goeie. als groepscommandant in Irak had het gewoon voor het zeggen, hè? Jij ja, was gewoon je uppie, hè? je reed gewoon 2, 3, 4, 5 uur per dag. Reed je gewoon alleen met jouw groepje door dat gebied heen. Nou, Ik probeerde altijd zo ver mogelijk te komen. Ja, ja, ja. ja, ik heb wel wat frats uitgehaald in Irak. Jongen. Ja, wajo. wat mij heel erg bijstaat in, in Irak is een keer wat jij net zegt. Ik heb dat ook aan de lijf ondervonden. Jij bent gewoon de baas en de groepscommandant is de PC. Als je het dan hebt. Over escalerend uh, optreden of uh, bemiddelen. Ja. Wat een keer bij mij gebeurde. Ik heb dat eerder op een podcast een keer over gehad. Uh, Roy Stoelers was mijn boordschutter. En boordschutter in Irak. Die ja, staat op. Ook. Uh, ja, geweldige gast. Ja. En uh, was een, uh, wij moesten eruit als, als groep naar het grote kruispunt. En er uh, was een signalement gegeven van een mogelijke. Uh, Vibiet of een terrorist die in een uh, borne ID. Een, een terrorist die in een voertuig zat. En die kwam richting dat checkpoint op dat grote kruispunt af. Ja. We hadden een signalement gekregen van dat voertuig. Ja, en uh, op een gegeven moment. Uh, daar komt dat komt voertuig die, aan. Aan, die komt daar aan, gast. En ik zeg tegen die bootschutter van mij: je moet split decision maken. Ik zie het niet. Hij staat over. Je hebt vuren vrij. Ja. Hij vuurde niet. Achteraf bleek dat de goede beslissing. Die auto. Want. Die auto die, uh, knalt vol in die Hesco. Was de rem kapot, toch? rem was kapot. Ik, dat weet dat ik nog, dat verhaal. Ja, man. Nou, luister, heb dus ik meegekregen. Ja, dus ik zeg op een gegeven moment, Roy, waarom de fuck heb je niet gevuurd? Weet je, voor hetzelfde is ja. dus in een bom en dan gaat hij maar dan die van zat toch zo. Die op... vent zat zo met zijn vrouw. Ja, ja, ja. Nee, nee. Ik heb dat meegekregen, man. Ja, die zat ik op, weet dat me... nog. Precies. Ja, nee, nee, nee. Dus het was een super goede call wat, ja. hij, uh, wat hij deed. En zo zie je dus op het laagste niveau. Een soldaat heeft een beslissing gemaakt die levens heeft gered. Nou, let op. Dus uh, je kent die uh, militaire politiegasten uh, van de Irak. Je weet wel een beetje hoe ja. daar alles gaat. Dus die, 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 die vent zit onder het bloed. Uh, Tommy van vraagt aan die vent, mag ik uw vrouw helpen? Weet je, die ook, zat ook onder het bloed. Ja, die dragen geen gordels daar, hè? <laughs> yes. dus, uh, ja. dus, uh, dus ik ging met die andere vent praten. politie gaat erbij. Ja, uh, je wordt nu gearresteerd. Je hebt schade gereden aan de HESCO. Of je moet nu betalen. betalen. Want dus dit zullen we niet krijgen. Dus ik zeg tegen die uh, tol. Ik, ik zeg: Ga je dit nou? Uh, is dit, leg me dit eens uit. Hoe zit dit? Nee, hij zegt: Het is gewoon corrupt. Hij wil gewoon geld van hem. Ja, en uh, wat schade aan een HESCO. Een zak met stenen, weet je wel? Ja. <laughs> ja. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan en heb ik gezegd: Hé, luister, we zijn hier bezig met opbouwen. We gaan de andere kant uit. We proberen een beetje democratie. En soms moet je ook uh, in overleg met elkaar. Je hoeft niet altijd gelijk straffen uit te delen. Ik snap dat jij je taak als politieagent heel serieus neemt. Snap je? Ja, zo moet je dat dan brengen. Ik zeg: Maar het zou wel mooi zijn als je dit. Uh, ze zijn geschrokken. Toen dus zijn. Ja, 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 is goed. Dus waarschijnlijk denk ik: kut SV Weet je, daar heb ik geld misgelopen Maar uh, dat is wat ik zeg van. Uh, als, ja, ik was gewoon een mannetje daar, weet je. Ja, zeker. Dan, ja, ik ja, heb daar problemen mee gehad toen ik terugkwam, hoor. Ja, ja, nou, ik, dacht echt, ik, dat ik, ik dacht echt dat ik hier ook het mannetje was. Ja, ja. En ik vertel dit altijd, toch? Maar die, hem, ja. die, wij hebben echt wel, ik heb daar wel echt ervaren en dat vertel ik ook vaak, een soort van normvervaging, man. <laughs> door die, door die, door die dreigementen en zo, en het gebeurt niet, dan denk ik altijd terug aan zo'n film, uh, hoe heet die nou? Uh, 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 Godzakken hoe heet die film? Die wow, gast wow. die gaat, dat is zo'n sniper die gaat naar Irak en uh, die moet elke keer vuur, maar hij, hij mag jarhead. Niet jarhead, die film, denk ik daar altijd aan terug. Ja. Want wij gingen gekke dingen doen. Hè? Je, je, ik ga niet alles vertellen, maar ja. je gaat echt rare dingen doen waar je denkt: dit ben ik niet. Ja, dit klopt met niet. de bevolking daar. Ja. Je wordt een beetje, uh, uh, je wil de macht hebben. Je gaat uh, je spullen die je bij hebt, die laat je ook extra goed zien om even netjes te zeggen: ja is gewoon niet goed. Dan moeten we gewoon over nadenken dat uh, dan heb je een goede commandant nodig die dat dan juist, zeg maar die de, stabiliseert die, juist, en die, in de gaten houdt die 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 heel goed weet wat showing the flag is juist en wanneer dat toegepast moet worden ja. en wat showing the force is en wanneer we showing the force toepassen en dan hebben we niet eens eens over dat gebied wat daartussen nee, zit precies. Ja. Nou en dat en dat uh, daar kom ik nu dan pas allemaal achter natuurlijk dat daar gewoon uh, best wel een uh, ja, pittige... Ik ben snel volwassen geworden. Ja. Vijf maandjes of zo. Hè? En vooral... wat ik dan ook nog... Uh, uh, aan terugdenk... is dat moment... dat je altijd in opleiding... geleerd krijgt van... Uh, dat je weekend hebt... maar je hebt geen weekend. Ja, ja, training. Toch, nee, maar wij zouden toch... ook naar huis gaan. Alleen in één keer... werd het een maand... Uh, of drie weken verlengd. Dat wij die... die patrouilles gingen rijden. Klopt, Dat ja, was man. bij mij niet bekend, hè, in het begin. Nee, wij moesten... Uh, <laughs> dat was niet bekend, wij, hè? Weet je wat wij moesten doen, maat? Wij moesten die... Uh, omdat wij de laatste missie waren in Irak... Ja, moesten dat... wij die konvooien gaan ja, rijden. dat... begeleiden. Dat ja. was ook wat, man. Ja, dat... Man. Maar dat was niet verteld. Dat wat, nee. dat, wat tevoren was, gewoon... Je bent de missie, dan is het klaar dan ga je naar huis. Maar ik heb vernomen... Dat is vernomen, dat weet ik niet zeker dat Johan een papier heeft gevonden... op de fax of op de kopieerapparaat... bij de CC... waarop die opdracht stond. Terwijl dat daar niet... Weet jij er niets meer van? Ja, ik weet er wel wat van... maar ik wil er ook niet te veel over hebben. Want dat is bij ons ook wat. Laten we, wat zijn daar gebeurd? Laten en, we het in midden. Uh, dat is echt op hoog, hoog niveau. Ik geloof dat het nog net niet... Uh, hoe noemen ze dat? Op zo'n schip. Als, uh, ja, als, uh, kan je, je kuiten... Juiten nee, of nee, weet je Nee, nee, nee. Uh, Kiel halen? Nee. Oh, <laughs> Als ze, als ze niet meer de opdracht uitvoeren, als de, als ze de, de, de mannen het overnemen. Kut, sorry, ik kom niet op het Coop. woord, lui. Ja, een koep. Ja, ja, maar. En er werden vroeger gefusilleerd, weet je? Ja, ja. ja kom ja, eens we straks ik, wel. Op. Nee, maar. De, 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 ik, en dat vond ik ook wel frappant, weet je? We moesten in één keer drie weken langer blijven of zo. En dat, dat koppel ik altijd aan het moment van: hé, hey, uh, je mag naar huis, maar je gaat niet. Dus je moet nog blijven en je gaat nog door. Ja. Maar, maar goed, ook dat, weet je, wel een leuke opdracht. Alleen ik was chauffeur en ik. Val snel in slaap in de auto. Dus uh, ja. Jij ja, had het over het volwassen worden, hè? Ja. Um, ik merkte dat na de eerste keer naar buiten, je bent natuurlijk getraind voor het hoogste geweldspectrum, je ja. gaat naar buiten. Dat mijn gasten waren zo gefocust. En ik zag vooraf. Vroeger in de, in de oefening moest je nog wel eens achter een reet aan. Ja, ja, ja. Je, hey, heb je je wapen onderhouden? Is dat al, heb je dat al op die, dat wapen al op de bok gezet? Is ja. een beetje, oh, heb je geolied? Weet je? Is je uitrusting in orde? En dat klopt het. En je, als, ja, het klopt. Je bent als commandant, ging ik in een, in, in een briefing, dan in een kovo. En dan kwam je af en toe. Kom je eens terug. Ga eens kijken. En die gasten van mij, die waren, dat is ook als je een hele goede plaatsvervanger hebt, dus ralf top. Um, die waren al bezig. Ik hoefde niks te zeggen. Maar die jongens weten zelf ook wel, this is the real deal. Ik kan dadelijk, als ik naar buiten ga, kan ik voor mijn klep geschoten worden als ik niet oplet. Ja, juist. Ja. En dat viel mij op, dat ik vrij weinig hoefde te doen en dat ze super volwassen waren. En we kwamen terug en ik ging gewoon, zeg maar, hot debriefing doen en die gasten gingen aan de slag. Ik hoefde niks te zeggen, alles werd gedaan. Ja, dat ja, klopt. Dus ja. Die waren, en ze zeggen dat ook, Roy zei dat tegen mij. Ik was naar, uh, ik weet niet of het Roy was, maar die zei gewoon, ik was... Volwassen, die je, ik zag, ook andere jongens na de eerste patrouille. Ja, zag ik totaal anders waren ze, volwassen in één ja, klap. Zeker, boem. Ja, nee, gaat, ja, dat is heel gaaf. Ik Bro, nou, mag ik nog een kopje koffie? Sorry, ik ben zelf ook weer aan het praten. Sorry, maar dat komt mooi proces. Omdat we nee, samen nee, nee, omdat we samen de missie ja, hebben gedaan. Dus ja, uh, ja, sorry mensen. Ik uh, <laughs> ja, het is ook leuk voor mij. Ik moet ook af en toe eens uh, dadelijk uh, ga ik antwoorden Ja, precies. Nee. Ja, <laughs> ja. dus uh, Nee, ja, te gek, te gek. Ik ben, ik ben blij. Ja, kijk, ik kan nou ook wel een beetje, een beetje mijn ei kwijt, man. Lekker toch? Ja, super tof. Kijk, nu blijft die camera omdat mijn broer nou koffie aan het doen is. Dan blijft hij Blijf op jou? <laughs> oh, pop, pop, hij is snel, jongen, hij is aan het sprinten. Dus ja, nee, Irak was, uh, was something else, was gewoon te gek. Ja, was ook echt ja. een mooie tijd. Ja. Met de maten. Top, man. En toen, uh, ja, ik ben toen na een missie, ik zeg ook altijd, je moet na een missie weggaan. Wat heb jij gedaan na Irak? Na Irak ben ik naar de militaire school gegaan de KMS, ja. ja. Sch, hoe was dat? Want je hebt al heel veel ervaring, je hebt een missie gedaan, dan moet je toch op die KMS een van ja. op nul. Ja, dat klopt. Ik zat tussen. Ik zat in zo'n lichting met commando's en luchtmobilers. En ik was soldaat 1, en dat waren allemaal corporaals. Maar ja, weet je, ja, dat is niet om zelf een schouderklop te geven, maar op een of andere manier. Heb ik snel aansluiting of zo? Ik, mm -hmm. ik, ik, ik heb redelijk draagvlak snel. Dus ik merkte dat dat in die groep ook was. En uh, dan die, dat je bij de infanterie hebt gezeten, daar werkt dan mee. Hè? Dat je toch een uitzending hebt gedraaid, daar werkte ook mee. Maar goed, ik kwam er ook achter dat ik corporaals les zag geven. Dan dacht ik van, wat de fuck? Wat ben je aan het doen, joh? Knijter zenuwachtig. Echt slaat helemaal nergens op. En toen moest ik lesgeven. En dat lukte mij gewoon. Dus toen uh, en mijn baas daar, de pelotonscommandant, was uh, Dankjewel, uh, bro. Uh, hoe heet hij ook weer met zijn voornaam? Weet ik niet, maar niet wat Adjudant Asveld ken je die nog? Hein, Hein, ja, Hein, ja. een legende. Ja, dat was echt een legende. Nou, en dat was mijn PC op de KMS, dus ja, die heeft natuurlijk ons ook uh, die schop onder ons hol gegeven. Van jullie zijn het gewoon, jullie zijn het gewoon waard. En uh, ik heb ja, weet je, het slaat helemaal nergens op wat je dat doet. Echt, echt, werkelijk wel nergens op, hè. In die verzamelgebieden en... Mm. Nee, veilige merk, werk... Werklocatie. Werklocatie. Maar nou. weet je, nu. Nee, maar... Het, nee, het, ik ben ook even instructeur geweest oh. op de KMS, totdat ik met mijn piemel in een leerling ging. Ja. Dus, kon ik niks aan doen, ik struikelde zo erin. Ja. En, uh, hoe heet het? Oh, oh. Nee, maar kijk, je moet... Uh, er komt van allerlei onderdelen uit het land, er komt... Luchtmacht had ik zelfs een keer, um, terwijl die een eigen KMS-opleiding hebben. Maar daarbij, ik had een luchtmacht luchtmachters erbij, verbindingen, logistiek, G&K, infanterie. Dat komt allemaal samen. Nou, de ene eenheid besteedt aandacht aan uh, G&K natuurlijk, aan GNK, infanterie natuurlijk, aan het buiten, aan het gevechten, gevechtsoptreden. En je moet op zoek naar, een, naar iets wat je allemaal, want we worden allemaal sergeant, wat een onderofficier moet kennen en kunnen en beheersen. Ja? Ja, dus... Dat is lastig. Ja, dat is. Dat, is, dat als je klopt. In van ja, die krijgen daar zoveel mee te maken voor hen is het eigenlijk. Ja, wat doe ik hier? Ja, dat, dat snap ik wel hoor. Maar je ja. moet ze dus al één niveau moeten hebben. Maar ja, als je een groene baret draagt, je je daar, je... dan word je in één keer uit de club gepakt en dan mag je mee observeren. Dus daar houden ze wel rekening mee. Ja. Maar, nou ja, goed, ik, ik sta er sowieso helemaal anders in. En zeker in de laatste jaren dat ik al uh, het vind dat ik mensen in moet zetten op kwaliteiten. We moeten gewoon in de voorkant daar slimmer mee omgaan, denk ik binnen defensie. Als jij nou uh, tien jaar corporaal bent plaatsvervanger, uh, moet jij gewoon heel dat traject doen. Ja, dat moet gewoon meer op maat. Ja, tuurlijk moet er maatwerk met fucking corporaals komen. Corporaals die terugkomen, weet je hoeveel corporaals met ervaring die na Afghanistan die door de Papieren malle molen moeten. die naar de KMS precies, willen. Precies. en dan moet dan een OPC wat van vinden. dan moet een. Uh, uh, hoe heet het? Een, een wat van vinden. dan moet een BA wat vinden. dan moet een brigadeadjudant van vinden. shut the fuck up. Echt. Je moet gewoon op papier zetten. die vend is goed. dat blijkt hier en hier en hieruit. stempel. KMS, vier weken terug op de eenheid. dat is het. Voorwaarts sergeant. Maar dat, dat is het eigenlijk. Ja. en. Uh dan krijg je ook al die, die onzin niet en ze behouden hun motivatie want dat vergaat hè als ze ja. komen op de KMS dan gaan ze daar wat ik voel voor maanden zitten en de motivatie is compleet weg ja. ja dat snap ik omdat het gewoon nergens op slaat ja. wat, wat heb ik daar nou geleerd dan ja weet je wat ik geleerd heb didactisch uh, weet je wat dat didactiek didactiek ja lesgeven lesgeven nou, maar dat is heel goed. Ja. Heel goed. Maar dan hoef ik niet uh, maanden daar... Nou, in, er in Ermelo, hè. Ja, 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 ja. Hier in Weert was nog chill. Ja. Maar in Ermelo, kom op. Maar goed, ja. Ik, ik, had, een, ik had gelukkig een uh, sergeant. Hij is nou... Uh, wie had dat ooit gedacht? Richard. Hij is officier geworden. Hij had vroeger altijd een hekel aan officieren. Maar die wist... Uh, wat hij echt goed... Wat hij in zijn groep had. En hoe die, Wat de sterke en zwakke punten van iemand waren. Dus de sterke punten... Dat, dat, die, die zeker naar voren komen. Die zwakke punten. Hè, dat deed hij op zijn manier... Jou spiegelen. Ja, en die gast die heeft mij. Uh, ik, ik was natuurlijk. Je weet hoe ik ben. Dus uh, eerste les. Oh, kom maar, die geef ik wel eventjes. Les, ja. Lesje AT4. Ja. 84. 4 Je weet hoe ik ben. Het leek naar een stand-up comedy show wat ik daar aan het doen was. Maar ja. voor mijn gevoel, geweldige les gegeven, man. Zo, toen ging hij even die les met mij doornemen. Pop, 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 pop. Allemaal zaken waar ik niet kom mee kon. Die les. Heb ik altijd bewaard. Die heb ik nu nog. Die kan ik je zo pakken. En altijd als ik een les ging voorbereiden, pakte ik zijn les erbij. Ja. Denk nou maar niet dat je goed bent en dat je alles beheerst. Daar kwam het op neer. Ja. Want het gaat zich niet erom dat jij het beheerst. Ik snap heus dat jij het beheerst. Jij moet zorgen dat zij het gaan beheersen. Ja, toch? Ja. ja zeker weten. Ja. ja, dat is gaaf man. Maar ja, 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 ik heb er wel een leuke tijd gehad hoor, Danny van. Alleen ja. Daarna nog de VTO natuurlijk, Amersfoort jongen. Vaktechnische opleiding. Ja. Ja. Je ja. ja, schiet me allemaal weer dingen te binnen, weet je wel. Dat is nee, Dit is een ja. de Amersfoort. De Amersfoort, Vlasakkers. Oh, Vlasakkers. Nee, ja, goed. De Panzerinfanterie. Dat is waar we het over hebben, mensen. Ja. 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 Ik zat in zo'n VTO met uh, allemaal doorstromers. Maar ja. ook echt met vieze baasjes. <laughs> en die gingen dan, weet je wel, stappen in de Amersfoort. Naar de, volgens mij iets met de Blauwe Engels, zo heet dat. Weet ik niet. Of Roemers. Ja, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, ik bleef die avond thuis, of op de kazerne, op mijn, op mijn legeringskamer. Echt, ik zweer het. Daar waren echt sm ja, twee smerige wijven, die hadden ze meegesmokkeld. Via de poorten binnen, je weet hoe het werkt. Yeah. En toen hadden ze. En ze zagen dat ik nog te veel aan het kijken was. Het was iets voor twaalf uur half één of zo. Maar je hebt toch die. Die seksreclames. Die, seks, uh, reclames, die ja, heb ja, je dan. Dat ja, ja. was het in de tijd. Kwamen ze op tv. En ik zit goed te zappen toch? Ja. En. Um, ze, ze doen mijn deur open. Ze trappen die twee wijven naar binnen. Letterlijk. Nee. Gewoon niet? Gaan we naar binnen. Ze doen die deur dicht. Ze houden die deur ook dicht. Die vrouwen staan op mijn kamer. En ik lig daar in mijn onderbox. Lig ik daar gewoon op bed tv te kijken. Ja. Toevallig stopte ik bij zo'n. Je weet toch? Stop ik maar niet. Dus ik kijk zo en nu is het, Jij deed dat te kijken hè? Ja. En ze kwamen serieus, ik ben gewoon mishandeld of verkracht. Ver, nou ja, verkracht is overdreven, maar ze hebben me serieus. Hebben ze me daar uh, bij mijn ballen gepakt en uh, ja, ik werd helemaal gek. Je werd gewoon en die, naar de gasten, die gasten in die deuropening. Lachen het toch? <laughs> ik ging kapot, joh. Maar dat zijn dingen die schieten me dan allemaal te binnen, toch? Oh man, fat shit. Ja man, ja. Dat is wel een, ik, ik heb dat wel altijd een pittige opleiding gevonden hoor, de vaktechnische opleiding. Maar dat is eigenlijk, hè, uh, in, op de KMS, op de militaire school word je algemeen onderofficier, ja. maar vaktechnisch dan ga, je echt, ja, dan ga je leren hoe het is om als ja. groepscommandant uh, weinig slaap te hebben, bevelen te schrijven, ja. leiding te geven, acties te doen, weet je, ja, en acht, allemaal kort achter elkaar. Acht maanden, en dan was ja. het zeg maar week op, week af, dus week op oefening, week terug, week, uh, zo ging het bij ons. Ja, goed. Uh, wel een mooie tijd gehad ook weer. En ik zat dan natuurlijk ja, maar... weer met de gasten waar ik mee in Irak was geweest. Met Erik en met Bart. Ja, ja super vette tijd gast, gehad, joh. Luister. Ik had, ik had een vent, Klink. <laughs> Erwin een Klink. Geweldige gast, jongen. Die, die wist ook gewoon hoe die bij moest handelen. Maar wie was de eerste week natuurlijk? De go groepsauto. zoude. Ja. Geilswijk ja, natuurlijk. Ja. Hè, mondje. Nou ja, aan de bak. Maar we kregen op een gegeven moment zo'n slecht vreten. En dan kregen we zo'n. Uh, Rubber, ja, zo'n zo wat was het man, zo'n runderlapje, ja, dat runderlapje wat niet normaal is, dat vre uit. oh vreselijk, <laughs> het lijkt naar de laprubber, ja. weet je, maar de hele week als er wat over was, of we moesten, dan werden die gemellen al uh, snel, snel opgehaald, weet je, en uh, die gasten in mijn groep, die waren klaar, ja luister, uh, wat, worden even hebben toe snavelen, weet je, we moeten toch nog even als er wat over is, eh, dus, dus ik, een keer naar die zand, ik zeg ja luister uh, is er uh, let er een beetje op dat we nog wat kunnen eten, weet je? Als we bezig zijn, dat niet gelijk die gemellen mee worden genomen. Dus toen kregen we dat een rubberen lapje. Ja. Dus ik vergeet nooit meer. En iedereen, niemand had dat lapje gevreten. Iedereen, ja, laat maar. Dus die gemellen zijn nog vol, met... Met lapjes. Dus die klink, kerswijk, vlees. Ja. Nee, uh, nee, is je, nee is Zand, is, is al goed. Nee, Oi. snavelen. Ja, en dan oei. moest iedereen, ja, klootzak Helswijk, Dan moest iedereen het vlees opvreten, jongen. Prachtige Rijks. dingen zijn. Dit, ja, dat dan. zijn leuke dingen allemaal. Super vet. Ja, man, oh man. Heerlijk, we zitten er, we zitten er lekker in, man, deze dat podcast. Zullen we, zullen we maar eens naar de kloten klote dingen gaan? Ja, die gebeuren ook natuurlijk. Want je bent naar de kloten geweest. En je bent, ja. Uh, ja. Ja, ja, ik werd natuurlijk daarna groepscommandant in 2007 en ik kreeg eigenlijk een groep. Er waren al een aantal lui van Afghanistan geweest met het 17e in 2006, geloof ik, 2006 jaar. En er waren ook nog jonge honden, die waren 18, 19, 20 jaar. En ik was dan 23, 24, dus gewoon jong toch? En, uh... Maar goed, ik, uh, ik, ik had me altijd zeg maar, afgevraagd. Dat, dat, die gesprekken weet ik nog wel. dat ik Welke rol ik me aan ging nemen als groepscommandant. Van hoe zou ik zijn? Zou ik zo, ben ik zo strengen Of ben ik... ben ik Sergeant Elias? Nou, ja. Of ben ik Sergeant Barnes? Precies dat, ja. ja. De, maar goed, ik, ik kwam al snel achter dat je gewoon jezelf moet zijn, natuurlijk. En dat het maar een rol is die je hebt. En, nou ja, goed, Ik. S ja, parkeer, ik parkeer hem even. Soms is het anders. Ik heb een keer de rol van Barnes moeten spelen. Maar vertel door. Omdat het nodig was voor het peloton. Ja, en is wel. Ik merkte dat mijn eigen. Dus mijn, mijn, wie ik zelf was. Dat dat werkte binnen de groep. En ik kreeg al snel draagvlak. Alleen waar ik. Um als groepscommandant zeg maar achterkwam is dat ik nooit en dat, dat was dat kan ik nu allemaal op terugkijken omdat ik nu meer ervaring heb en gestudeerd heb en dat ik met een ander oog daar naartoe kan kijken. Maar toen deed ik ze me alles onbewust. Maar ik merkte wel dingen in mijn groep van ik weet eigenlijk helemaal niet wie die jongens zijn. Weet je wel? Hmm. Je gaat je ging, we gingen zeg maar over een half jaar naar Afghanistan, maar wie hmm. heb ik nou in de groep? Heb ik wel eens een verdiepend gesprek met zo'n gast gehad? Heb ik wel eens? Uh, gekeken wat ze allemaal wel goed en wat ze niet zo goed kunnen. Want dat moet ik wel weten als mm -hmm. we daar in de pleuren zitten. Toen, en dan weet ik nog, toen ben ik in mijn eentje... Uh, ben ik naar de pelotonscommandant gegaan. Ik zeg, ik wil weten wie mijn groep is. Ik, ik, ga, ik ga 24 uur maken, schrijven, een dag organiseren... Met allemaal uh, medic dingetjes, met sniper dingetjes, met uh, ATV of uh, met pantservoos uh, uh, dingen, mm -hmm. met uh, kaart lezen, met klimmen, met zwemmen. Ga ik allemaal in 1, 24 uur proppen en dan ga ik ze uh, uitputten en dan ga ik kijken hoe ze reageren. Want ik weet helemaal niet hoe ze reageren. Omdat er, ten eerste was er toen de tijd uh, weinig capaciteit om die klimtoren te bemannen, er was uh, weinig, weet ik veel, was alleen maar gezeik. En toen ben ik naar uh, uh, Jan-Willem Westerbos, commando, die zat bij de sport. En toen ben ik aangekloppen en toen zei ik van: Ik doe gewoon mee, jij moet iets organiseren. En ik draai met de groep mee, maar ik wil dat daar dat oogmerk is. En in het zwembad dat oogmerk en daar dat oogmerk. En toen heb ik die dag heb ik georganiseerd, losgekoppeld van het peloton, kreeg ik toestemming voor. En toen ben ik heel de dag met mijn groep op pad geweest heb ik ze in de klimtoren laten zitten en toen dacht ik van fuck, hebben we er gewoon twee hoogtevrees man, hebben ze nooit gezegd, wist ik helemaal nee. niet. Afghanistan heb je gewoon bergen, <laughs> ja, nee, je ja, weet het, ja. zijn gewoon bergen. Dus man, was het dan? Je had wel gesprekken van tevoren gehouden met ze en dan zeggen ze wel dingen, maar je hebt ja. het eigenlijk nooit kunnen beproeven. Nee, maar ik ben wie, gewoon een mensenmens. Ja. Ik vind ja. het belangrijk om te weten met wie ik, met wie ik en met wie ik. Te maken. nee hebt, omdat zeg maar. ik kan me indenken dat mensen die nou kijken die zeggen van ja Luc je kunt toch ook gewoon met die lui praten ja maar je ja, je in de flow van de dag ja je ja. praat natuurlijk met ze maar niet die inhoudelijke Precies, uh, die diepgang die diepgang zie je niet ja. en ik vind ik denk niet dat die ook... niet die putgesprekken juist ja. nou die nee dat helemaal ja. niet omdat we ook op een hele andere manier aan het trainen waren hè met Afghanistan ja. met uh, die cats of weet ik veel kat arm teams Troopers, hè ja, ja, ja. met veel voertuigen um, ja ik, 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 je ging op, je werd geformeerd voor een voetpatrouille. Er waren weer twee groepen bij elkaar, weet je wel, allemaal. Klopt ja, maar ik begrijp nu wat je bedoelt. Want er was ook altijd vrij weinig tijd voor de groep. Want je zit op een trui en de, de, het grote oogmerk, de grote missie komt eraan. Dat bedoel en ik. daar wordt vaak die groep, de, de belangrijkste niveau, wordt gewoon vergeten. Er nou. wordt maar geacht dat men ja. dat uh, beheerst. Ja, en onbewust heb ik dat ingezien. Dan denk ik van, fuck, daar moet ik echt iets mee. Onbewust bekwaam heet dat. Jongen. Ja, dat klopt. Johari. Ja, klopt, ja. klopt. Maar goed, dat, en dat, dat heb ik me, dat, die groep heeft me dan nog steeds uh, zeggen dat er een goede zet was geweest voor mij. Dus ik had gewoon een mentale prikkel gegeven met zwemmen. Ik heb ze uh, uh, laten zwemmen onder water. Konden ze het niet eens de eerste keer niet halen, hè, tot de helft. Nou, toen hebben we de kernwoorden rust zal je redden gegeven. Nou, toen kwamen ze erachter na tien keer. En als je rustig blijft, dan haal je het wel. Haalden ze het wel, met een positieve, euforische beleving zeg maar. <coughs> nou, toen wonnen wij die bronzen beer met de groep. Was en en jij nog. die gewonnen? Ja, die heb ik gewonnen. Mooi. En dan zie je dat er wel iets groeit. Dan ja. zie je dat er een groep ontstaat. En uh, dus daar ben ik echt op de dag van vandaag nog blij mee dat ik dat toen heb gedaan, want dat heeft heel veel invloed gehad ja. op wat er later in Afghanistan gebeurt. Ik vind dat zo mooi wat jij daar vertelt, want ik vertelde in Irak. Wat jij daar deed, je had daar ook een missie gehad in Irak. Ja. ja, daar heb je natuurlijk ervaring mee. Die had ik ook. Zo heb ik die groep van mij ook gevormd. Ja. Toen ik ben ook, ik heb gewoon geclaimd tijd voor mezelf met die club. En die club ja, werd, werd gek op een gegeven moment van mij. Waarom ligt iedereen op mijn nest? Waarom moeten wij iets uh, ja. drills bij s'nachts ja. doen? Waarom zit Tommy het uh, s'nachts en iemand uh, zijn enkel te prikken en een fuse aan te leggen? Dat wil hij helemaal niet. Ik ja. zeg omdat dat straks, als, als het er gebeurt, precies, dat hij dat kan man. doen. Precies. En later zijn ze me daar dankbaar voor geweest. Ja, maar dat is echt, ja. dat is echt waar gewoon. Ja. En, uh, ja. en dan ga je op uh, pad daar naartoe. En precies wat ik zeg, het uh, nieuws was niet prettig. Nieuws in Nederland. Over Afghanistan. Dat was echt alleen maar shit, man. Ja. Alleen maar uh, bommen en granaten. En uh, ja, er sneuvelde toen ook gewoon regelmatig een Nederlandse militair. Wat vreselijk is. Mm -hmm. Alle respect naar, uh, naar iedereen die daarbij betrokken is. En weet ik het. Het is echt een drama. Mm -hmm. Maar ja, je moet daar wel weer gewoon met je club staan, toch? En dat is, um, dat is toch ook wel in je kopie. Je, je mindset, je brein, hoe je dat moet omschakelen. Maar ja, je gaat er naartoe. En je krijgt je groep daar. En je gaat voor de eerste keer op pad. En dan zie je dat van de. We ons hebben het nu Afghanistan, TFU 9. I, TFE 9. TFE, Task ja. Force. Ja, tfE. ik weet niet eens waar het woord staat, man. Ja, maar ja, het is eigenlijk. Task Force Eenheid? Weet ik veel. Ja, het is gewoon een TFU 9. Maar, ja, kan Oeruzgan. Wel. Je zit in Oeruzgan, toch? Oeruzgan, <laughs> Derwoud. En dan start eigenlijk, zeg maar, want dat, zo zie ik dat ook een beetje, de, 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 de nog uh, dynamische groei van de groep. Je hmm. wordt echt hechter, want je, wij hadden namelijk Jahangul, dat was zo'n groepspost. Um, daar zat je dan met je groep een, een bepaald vallei, noordelijke vallei te, te, te beveiligen. En daar kom je wel nader tot elkaar. En toen kreeg ik op een gegeven moment een patrouille toegewezen, want ik was de Romeo groep in Afghanistan. Dat is hmm. eigenlijk een ondersteunende groep hè. Ja, ja. Maar ik merkte dat ik steeds meer uh, opdrachten kreeg. Ze, kregen, ze zagen, hey, die, luk, die is misschien niet zo dom als hij eruit ziet. Maar, uh, en mijn groep deed het goed. Ik had slimme, slimme mannekes erin zitten. En uh, dat gaat groeien. Je voelt dat dat gaat groeien. Die onoverwinnelijkheid. En daar heb ik het altijd over. Dat, het nee. gewoon, uh, dat je een bepaalde onoverwinnelijkheid gaat uitstralen. Dus ik kreeg steeds meer opdrachten. Uh, je gaat ook steeds meer uh, ja, overmoedig zijn. Dat denk ik wel te zeggen, ja. Want op een gegeven moment dan... Is, ja, je zegt over moeder... Moet je misschien een beetje in bescherming nemen. Ja. Is het niet... Um, um, vertrouwen. Ja. Vanuit ja. je vertrouwen en kennen en kunnen. Uh, ja. Ik beheers dingen, dus ik doe. Ja. Ja, ik denk dat dat het is. Ja. Alleen, ik zeg ook altijd, daar zit ook een kantelpunt in, hè. Want heel veel zelfvertrouwen, dan ga je ook wat... Ja, daar moeten we wel eerlijk in zijn. Als je heel veel vertrouwen hebt, kun je ook in nonchalance schieten. Precies. Ik zeg niet dat wij dat hebben gedaan, maar ik zeg wel dat je daar tegenaan zit. Als je als altijd alles heel goed gaat, het is moeilijk om dan heel scherp te blijven. Echt op het nokje scherp zoals je binnenkomt. Want je raakt gewend aan de omgeving, je raakt gewend aan de dreiging, je raakt gewend aan alle facetten die daar spelen. En daar heb ik wel moeite mee gehad. En als je gewend raakt, raak je ook op je gemak. Ja, en... Precies dat. Ja, je... Er Gebeurt toen niks, ja of of er gebeurt wel iets, maar ik bedoel te zeggen dat dat als het dan gebeurt, dat dat goed afloopt, ja, snap je? Dus dat ik een voetpatrouille moet uh, lopen, wat ze zeggen tegen mij toen de tijd van daar is nog geen Nederlander geweest, dat is een vallei die is levensgevaarlijk, dat is een vallei, daar liggen bommen, dat is een vallei waar de taliban zich ophoudt. In de ik mm. moest daar gaan lopen, nou vol. maar je gaat, die, je gaat die vallei in met je voetpatrouille. Je komt bij de eerste post aan, wat een heel wat waar nog nooit een Nederlander is mm. geweest, volgens de papieren. Ik weet daar helemaal ja. niet, maar dat hebben ze mij toen verteld. Dan denk je: hé, hey, fuck, daar heb ik wel gefixt met mijn groep. En dan krijg je redelijk veel icon, hè, want ze zien ja, je wandelen, ja. ze zien je lopen. Je moet daar tactische beslissingen op nemen. Moet ik in die, in die dubbelkolonne blijven lopen? Moet ik nou in die pijlpunt gaan? Wat is het verstandigst? Wat is het slimst? Mm. Maar dat fix je, dat haal je. Je gaat terug, dus dat geeft een bepaalde boost. En zo ging dat steeds vaker. Mocht ik voorop rijden in de Boosmaster, dan, dan moet je naar een bepaald punt toe. Hé, hey, dan krijg je weer een boost. Dat is weer gelukt. Kreeg ik weer een andere voetpatrouille. En ja, en je, ja, ik snap het. Ja, dat toch? doet wat als commandant, wat met je gevoel. Want alleen al het feit dat jij voorop mag rijden. Dat jij al die voertuigen. Ja, je hebt dat de jij verantwoordelijk dat, ja, dat is. Dat, de Nono -no laten ze dat niet doen, weet je? Nou ja, kijk. Um, het is niet heel vaak gebeurd of zo. Maar ze gaven mij wel het vertrouwen dat ik dat ook kon doen. Um, ja. ja, en dan merk je gewoon. Uh, uh, dan werk ik eigenlijk naar het moment toe dat... Dan gaan we naar 19 juni. <coughs> dat is de avond dat we terugkwamen van een meerdaagse patrouille op de Westbank. Dus aan de, de westoever van de... Wat is het? De Helmandrivier. Oké. Okay. En dat was een middagspatrouille die echt pittig was. Want we hadden daar... Uh, het was bloedheet, man. En uh, ja. we moesten veel was drinken. Voor de, voor, voor de mensen die niet in Afghanistan zijn geweest. Als we het hebben over bloedheet, dan hebben we het echt over ja. 2, 42, 43 graden. Misschien in de zon 50. Ja, zeker. Ja. Dat je je eigen schaduw moet creëren. Ja. Um, maar die voetpatrouilles, daar die waren ook waren de Amerikanen geweest. Die hadden daar iets uitgevreten. Waardoor heel dat normal pattern of life gewoon pleiten was. Dus dan moesten ja. wij gaan oplossen. Ja. Send in the Dutch. Ja, is echt uh, ja, precies dat. Ja, hè? Hun echt. komen op die kwadjes dus, uh, aanrijden, ja, wegrijden. Je dus, hey, dus, regelt het even. Wij hebben daar even wat uh, huis gehouden. Wat, eigenlijk wat, ik, niet, wat ik, ik voel me erg verwant met de Amerikanen. Ik heb er een haat liefdeverhouding mee. Maar soms echt in hun militaire optreden. Ik probeer er begrip voor te hebben, maar ik kan er vaak geen begrip voor hebben. Eigenlijk wat Amerikanen doen in een gebied, vaak ik zeg niet altijd, maar vaak komen ze in een gebied? Ze laten een scheet. Nou, dat stinkt vreselijk en ze rijden weg. Maar die stank ha hangt er nog, weet ja. je. Oh, er is van alles... Uh... Nou, dan mag uh, de, de Nederlanders ja, waarom... mogen die stank uh, gaan wegblazen, ja. weet je. Ja, ja. Ah, dan, en dan was ik dus weer patrouillecommandant om daar voetpatrouille op te starten. Nou, ik kan je vertellen, dat is best als commandant zijnde, als daar niemand op straat is. Je weet, jij weet ja, waarschijnlijk dat, dat hoe dat klop, voelt. Dat dan me. word je gek, hè. Ja. Dan denk je, waar zitten ze? Ik wil nou mensen zien, want dit voelt niet lekker. Nou, en dan word je toch spichtig, hè. Dan ja. zeggen we altijd spichtig, maar dat is het niet, hè. Wist je dat? Het is Wat niet is spichtig, is hè. Het is schichtig. Schichtig. <laughs> Meenen nou? al? Serieus. Spichtig is lang. Spichtig. Nou ja, goed. Vandaar maar. dat 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 er mijn, uh, dingen, hoe heet het? Telefoon dat wordt nooit herkend. Nee, dat kent hij niet. <laughs> dat was laatst op Baxy Like was dat? Michel ja, zoek die shit eens op. Heb je trouwens ik, eens ik, kijken. ik 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 ben heel zo erg intens in gesprek. Ik heb nog geen foto voorbij zien komen van uh, van Luc in het gebied. Oh ja. Weet ik niet. Ja, je... jo, straks als we denk ik uh, als we bij het incident komen, maar nou, misschien ik heb, dat wel... je hebt één foto, dat vind ik wel een hele mooie om uh, de beeldvormen van in wat voor status ik was. Dus die foto dat ik uh, met die, met die bos haren in de wind. Volgens mij staat hij erbij. Mm -hmm. Dan heb ik mijn hand zo aan het ja, wapen. Ik wil mensen al langzaam een beetje in het gebied gaan, gaan brengen ja. voordat we naar het incident gaan. Daar, vandaar, uh, vandaar, bro, sorry. Wat, uh, waar heb je die foto's van? In, in, die... in de Google Drive? Ja, in de map. Pak je hem gewoon even via uh, WhatsApp. Da dat is de link die Luc met ons gedeeld heeft. Maar goed, ik was op die goed met die Westbank. Ja, op die Westbank waren wij een meerdagspatrouille aan het doen. En die rivier stond vreselijk hoog. Dus onze voertuigen. De Helmand. Die, de Helmand, ja. ja. Dus dan moesten wij doorwaden. Uh, nou, veel voertuigen die kapten ermee. Dus wat hebben wij gedaan? Wij hebben die. Die, uh, die pluggen van de IPR, want ik kreeg een IPR. Die hadden we eruit gedraaid, omdat dat water weg moest stromen. Toch? Ja, je hebt ja, van die ja, pluggen ja, die, aan de onderkant. Die, die, die de ja, die pluggen? Ja, die kun je eruit ja, er draaien. Zijn, ja, ik ja. Veel. Ja. En um, het mooiste is dat we dus de IPR iets tegen de kant op opzetten. Om de water weg te laten lopen. Maar we moesten ook nog terug. Dus op een gegeven moment, op 19 juni, komen we s'avonds terug. Onze CSM, Ron Coot, stond altijd met bitterballen oh, klaar. Ron. Topper. Dat is mijn militaire ja, papa. Mooie, mooie vent. Ja. En die stond met bitterballen klaar. Het is waar je bitterballetje eet. Maar je weet, in, eh, met vocht en dat fijne stof... Echt ja. Helemaal alles onder de, echt actieve sooi. Niet te geloven. Dus die mannen moesten gaan poetsen. Want dan kregen we meteen opdracht. De volgende dag, vanaf 0800, staan we QRF. Dus dan moet je weer de voertuigen inzetbaar hebben voor de volgende dag. Quick Reaction Force. Yeah. Ja. En... Um... Nou ja, goed, S'avonds nog onderhoud poetsen en dan zie je dat je draag of onderhoud hebben. En dan zie je dat je hebt, want de mannen poetsten mijn wapen, de mannen zorgden voor mijn eten, weet je wel? Ik was met mijn patrouillerapporten bezig. En dan zie je dat ze gewoon dat ze jou wel dragen, want dat deed ze niet bij iedereen. Nee, want als je een klootzak bent, doen ze het niet die vaak faalt, Juist. dan gaan ze dat niet voor jou gaan, doen. Dan gaan ze het niet regelen. Ah, en bij mij werd het gelukkig geregeld. Um, ja, en toen uh, was het dus de volgende dag en uh, jij weet ook die mannen die daar uh, als ik zeg om acht uur bij de voertuigen om verder onderhoud op te pakken. Mm -hmm. Dan stappen ze om één vracht het bed in het broekje. En dan zijn ze om achter bij de plaat bij de plaat. Ja. En ik ging ze altijd wel eerder op, half acht. Alleen ik merkte dat uh, het alarm afging. Dus ja, het alarm ging af. QRF. Dan moet je dus binnen 15 minuten bij die poort staan om verdere informatie te ontvangen van de commandant. Dus ik hoopte dat mijn mannen zo goed getraind waren dat ze dat wel konden. Nou ja, goed, uiteindelijk stonden ze gewoon 15 minuutjes, alle voertuigen die ik bij me had, stonden klaar. Want ik had een soft -top en een uh, IPR. Software is, is uh, voor de mensen die er nou geen ja. beeld bij hebben, is gewoon een jeep afgekapt. Uh, eigenlijk een cabrio. Uh, ja. Militaire cabrio. ja, militaire cabrio. Ja, militaire cabrio. En um, ja, dus we staan daar. We krijgen de opdracht om 10 kilometer richting het oosten te verplaatsen naar de Valley, omdat daar Franse militairen op een e uh, berenbom zijn gereden. Mm -hmm. Ja, prima. Er is niks mis mee toch? Ik blijf praten. Oh, ik blijf praten. Oké, okay, check. Nee, en uh, dus uh, ik. Uh, we doen altijd heavy weapon. Uh, of uh, op de heavy weapon range, hè? Doe je altijd de wapen check. En uh, doe je even je vervuren. Nou, op, dat werkt allemaal. Maar de Bushmaster, die dus altijd voorop rijdt bij ons. Die. Uh, uh, die doet zijn punt 50 checken. En. Uh, die doet het niet. En we zaten precies op dat moment in een wissel. Want de genie Bushmaster, die kreeg zo'n grijparm. Dus die hadden we niet ter beschikking. Hmm. Dus we hadden een Patria, we hadden één Bushmaster van de Alpha-groep, alleen dat wapen deed het niet. Nou, dan kun je wel raden. Wacht, daar kom je dus achter? Bij, de, bij het schieten. Dus ze doen de wapen... De Testen, de, de test de, de, test de, Voordat je, juist, voor je de poort had Ze gaat, hebben na dat onderhoud s'avonds, ja. in, in het duisternis, hebben ze dat hmm. wapen in elkaar gezet. Ja. Uh, ja, oké, okay, staat in elkaar, volgende ochtend, oh kut, alarm, Fop, eruit. Doet het niet. Hmm. Ja, dan. Uh, uh, dan mag jij raden wie de OPC pakt om voorop te gaan rijden. Dan pakt hij natuurlijk de vent die zelfverzekerd is. Die vertrouwen heeft. Was er bij zijn groep goed werkt. Dus ja, dat kwam bij mij. Ja, ja. Luc, uh, hier, joh. Uh, kun jij voorop rijden? Ja, is geen probleem. Tuurlijk. Tuurlijk kan ik dat. Alleen, we hadden verminderd geniecapaciteit. We reden met een Patria achter ons zonder jammer. Ik reed aan voor. Nou, het is eigenlijk als je zo terugkijkt. Maar ja, opdracht. Er liggen gewonnen militairen. Je, moet die, uit, je ja. moet die kant uit. Je moet die kant uit. En ik was natuurlijk vol zelfvertrouwen. Alleen, dat moet ik nu zeggen, en dat weten die mannen ook allemaal die bij mij in het stonden. Wij zongen een liedje. Wij gingen rijden en ik zeg, mm -hmm. we gaan niet searchen, we gaan gewoon 10 kilometer gas geven. Mm -hmm. Scheid aan, dat komt goed. Geloof me. En um, ja, ik, uh, ik zing het liedje, als we gaan, gaan we met z'n allen. Als we gaan, een dat... beetje lol erin houden, oh, toch? Maar ja. jongen, ik scheet hem in mijn box, jongen. <laughs> ik denk, dat is levensgevaarlijk hier. Maar ik haal toch die 10 kilometer. Ik sta in die vallei. Ik denk: wat fuck? Mm -hmm. Zie je wel? Krijg je weer die boost? Het gaat gewoon. Het kan gewoon. Nou, de reek, dus in een soort bergpas. En aan de rechterkant van die bergpas stonden koala's. Stonden huisjes. Ja. En ik moest die bergpas over, want in de twee klikken, twee kilometer verder stond die Franse gewonde. Dus ik krijg over die bergpas. Ik ietsje, ietsje meer naar de mic nu hoor ik. Zo is het goed. Nee, is goed. Je oh. net... zo. Ja, ja, dat is goed. En dan uh, reed ik dus over die bergpas. Ik rijd naar een chot, uh, een, uh, een naar een bergje. Om daar een, uh, hoe heet dat ook alweer? Een uh... cemetery, een verhoging. Een, uh... Ja, het was een verhoging, maar we nemen zo'n ronde in, zo'n uh, 360. Ja, ja, ja dat ja. is het, 360. Ik weet niet helemaal ja. alle termen, dat is wel apart. 360, yes. juist. Ja, ja. En ik ga daar staan te beveiligen. En daar worden allerlei opdrachten uitgezet. Die Fransen moeten geholpen worden. Daar moeten verpleegkundigen naartoe. Moeten, de genie moet een betere check gaan doen. We vinden nog een IEG op drie, vier meter van ons voertuig. Dus die wordt omcirkeld. Nou, allemaal gevonden, helemaal top. Dat gebeurt allemaal in één moment. Dus ja, in die daaraan. dag. Je komt daar, zeg maar, ik, ik kan de tijd niet meer helemaal plaatsen. Maar volgens mij komen we daar rond een uur of tien ochtends aan of zo. Of negen mm. uur. En die dag gaat lopen. Ja, we je, gaan even voor de mensen. Yeah. Die, 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 we gaan naar het moment waar Luc op een ID, waar jullie ja. op een ID rijden, op een ja. improvised explosive device. Daar zijn we uh, naartoe aan het praten. Dus uh, ja. als jullie dat. Want Luc zit en ik zitten zo in dat gesprek, dan mo ja. ik moet ik er even voor waken. Want wij snappen, ik snap waar jij het over hebt. Maar we gaan naar dat incident. Dat, die dag is Luc aan het beschrijven. Ja. Oké, okay, carry on, mate. Ja, die. Uh... Ja, dus wij staan daar en op een gegeven moment gaat de brave groep gaat de koala's doorzoeken. Omdat we intel krijgen dat die, die mensen die die, uh, of die Taliban eigenlijk, die die bommen doen plaatsen, die moeten in die omgeving wonen. Dat krijgen we door, omdat ze die aan het beschermen zijn. En uh, de brave groep die krijgt niks gevonden. Niet met je hand voor je mond. Oh, ik hoor, ja, ik hoor dat, Maat. Het ja, is, goed. Dat, is goed. goed dat je het aangeeft, toch? Ja, maar ik maar snap stop Nee, mijn dat, Tuurlijk, het is een emotioneel moment. Ja. En je moet dat op die manier beschrijven. Maar uh, ik Helemaal moet ervoor zorgen dat onze kijkers en luisteraars ja. het verhaal goed meekrijgen. Helemaal goed. Ja. En uh, de brave groep komt terug. En ik krijg de volgende opdracht. Je gaat de instap doen bij die kwala. Wat ik net beschreef. Toen ik de vallei binnenreed, heb je dat bergpasje. Aan de rechterkant heb je die kwala's. Dat is de kwala, daar woont die vent. Kunnen we dat, dat, dat die plek, kunnen we die vinden op uh, ja, is Derawood? Ja, Derawood, bij de Tanjivalai. Ja. Dan moet je Google. dat uh, is wel een lastig punt. Ik had foto's, maar... Ja, lastig. Nee, is lastig. Zit je nou in de... Nee, je moet naar Derawood. Oh, dat is ja, daar, dat ja? dat is Derawood. Ja? Oké, okay, let op. Dan ga je naar rechts, dan zie je die green, moet je volgen. Die groeide strook boven. Bo ja. Ja, dat is de Tangivalai. Klasse, Michel. Even kijken. Is dat de Tangivalai? Nee, doe eens uitzoomen. Nee, naar rechts. Naar rechts. Naar rechts. Naar rechts. En dan daarboven zie je een met dat pijltje iets omhoog. Iets omhoog. Stop. Laten we even zeggen dat dat de Tangivalai is. Oké. Okay. En, en het kamp lag zeg maar uh, uh, ja, 10 kilometer links. Dus dat is zeg maar net voor die rode, rode ronde. Oké, okay, Dus dat, dat stuk heb ik afgelegd. Om ja. in die vallei te komen. Oké. Okay. Um, dus, dus ik krijg die opdracht hè, om die instap te gaan doen bij die, uh, bij die, bij die, koala. die koala. Ja. Nou, mijn groep natuurlijk helemaal weer actief. Helemaal weer opgefrist, granaatjes gereed. Want we mochten hardnok naar binnen. Mm -hmm. Oké. Okay, nou, hardnok betekent dat je niet te moeilijk doet. En Je gooit gewoon een granaat en dan ga je naar binnen. Oh. Ja. En dan ga je naar binnen en dan kijk je nog uh, wat je kan regelen. Dus ik kom aanrijden met mijn voertuig. Dus ik rijd terug over diezelfde bergpas. Waar ik dus in de heenweg overheen ben gekomen. Die bergpas, daar zijn denk ik een auto of 35 overheen gereden. Omdat je met een heel kat, met een heel combine, team, rijdt. Allemaal over dat pad heen gereden. 35 militaire voertuigen. voertuigen. Rupsvoertuigen, band, ja, wiel. wiel alles. alles. Helemaal eroverheen gekost. Dus uh, nou ja, dan mag ik uh, jou als groepscommandant toenertijd ook vragen. Zou je hem dan nog searchen? Nee, want er zijn fucking 35 nou, voertuigen overheen gereden. Precies, dus je gaat tijdwinst boeken, je gaat in één keer die, die, die slag winnen. Dat is een aanvaardbaar risico. Nou, precies, dat is het. Ja. Dus je maakt de risicoanalyse als groepscommandant. Nou, oké, okay. ik uh, ga erop rijden, ik draai mijn kanon. Dus je moet uh, beeld vormen dat ik zeg maar weer op dat bergpasje sta, alleen dan terug. Dus die kwalen staan dan aan de linkerkant. Ja. Mijn kanon van mijn 25 mm, die zet ik dus die kant op. Maar wat die vent gedaan. Die had zijn muur aan de kant van het bergje. Want mm -hmm. die verhoogd. Dus mijn kanon kon niet in die kwala kijken. Dus hij kon ons niet beveiligen. Ja. En naast die koala stond nog een heel grote berg. Alleen ik als groepscommandant wilde niet op die berg rijden. Omdat ik uh, wist dat daar bommen zouden liggen. Dus wat doe ik? Uh, op dat moment sta ik daar. Ik zie dat hij niet kan beveiligen. Dus ik moet mijn plan gaan aanpassen. Mm -hmm. Maar ten tweede doet hij zijn kinderen buiten laten sturen. Want hij weet. Dat wij eraan komen. Mm -hmm. Ze hebben namelijk contacten. Wij, hoorden de, wij konden afluisteren. Of ze konden ons, of nee, wij konden hun afluisteren. Dus wij, ze wisten dat daar spanning gebeurde. Ze, ze zagen wat wij aan het doen waren. Ja. Want we hadden namelijk al met Apaches geschoten. We hadden met mortieren geschoten. De, de dreiging nam toe. Ja. Um, ja en uh, ik beslis daar om toch die berg te gaan pakken. Want ja, ik kan hier geen instap doen. En uh, ik rijd met mijn voertuig dus achteruit over datzelfde bergpasje. En daar ligt, to ligt toch een bom. En die gaat af. Ja. Hoe het ook kan of niet. Maar hij gaat uh, de lucht in, die uh, IPR. Die 20.000 kilo, zeg maar, uh, zo'n stuk de lucht in. Recap. Ja. Dingen gebeurt. Jullie worden als QRF ingezet. Ja. Boom. Wapenswijgen. Jij moet voorop. Je gaat voorop. 10 kilometer afgelegd. Allemaal voertuigen eroverheen. In die tangi Um, ondertussen uh, moet jij ergens in, uh, een zochte, zachte instap gaan doen. Ja. Nou, daar wil jij inzicht in gaan krijgen. Jij zorgt dat je voertuig een aanvaardbaar risico. Want daar zijn al meerdere verplaatsingen over geweest. Want er zit ook tijdsdruk uh, nu op. Ja. Want je moet het moment haal, blijven ja. houden. Weet je. Ja. Ja. Um, je kiest ervoor om. Die manoeuvre te maken, ook zodat jouw uh, kanon. Ja. Heb, we hebben het over de Bushmaster. Hè? Nee, ik zat nee. nou op een IPR. Op een IPR, ja, dat was het. Omdat dus we hebben een Bushmaster... 25 micmaak. Ja. Dus dan kan jij een beetje kanon draaien in zich krijgen. Dus het voertuig, dat voertuig moet goed uh, staan. Uh, ja, dankjewel. Nou, daar, heb, daar, daar hebben we het over. Ja, en dat, dat voertuig het... wil, wil uh, uh, Luc dus goed erin krijgen, zodat het voertuig hem kan steunen. Ja. En dat hij. Uh, hoe heet het? Die, die instap kan goed. Lu kan die instap wel doen te voet, maar hij moet gedekt zijn. Ja. Omdat jij zelfstandig die instap moet Juist. gaan doen. Top. Heb ik hem zo goed? Ja. Oké. Okay. En dan... Eigenlijk op het moment dat jij je voertuig wil gaan manoeuvreren, zodat jij goed dadelijk die instap. Nee, uh, ja, ik wil zicht... gewoon recht achteruit rijden ja. om uh, die bocht te pakken naar die berg die naast die kwala ligt. Ja. Waar, waar ik eerst niet op wilde, omdat ik wist dat daar bommen zouden liggen. Ja. Maar ja, je moet iets, je moet dan ook risico's gaan nemen, weet ik het allemaal. Dus ik rijd gewoon recht achteruit mm -hmm. en dan ligt toch die bom. Ja. Dus ja, achteraf ga je natuurlijk nadenken, wat ligt dat aan? Hoe kan dat? Ja, je moet altijd in dat spoor blijven maar vooruit in een spoor blijven is mm. makkelijker dan achteruit. Achteruit ja. En die bom die lag precies op het draaipunt om die berg op te gaan. Oh. Dus jij weet ook met een IPR wijk je, er zijn sticks, je kan niet heel vloeiend sturen, je nee. moet schokken. Ja. Dus je moet iets breder pakken die bocht om dan de berg op te kunnen. Dus wat hadden ze gedaan? Ze hadden die bom hadden ze net uit het spoor gelegd, net dat je met de buitenkant van je trek zeg maar pof, mm. pakt. Ja, en en daar pakte jij met de en, buitenkant van je trek op ja, de achterzijde van achterzijde, de achterzijde, rechts achter ja. Dus ik krijg gewoon recht achteruit. Maar ja, ja, jij weet ook op het moment dat je hier een berg hebt, je hebt hier een afgrond. En je moet achteruit rijden, waar stuur jij automatisch iets dichter naartoe? Naar de berg. Je gaat nee. niet in die afgrond. Nee, nee tuurlijk. En het niet. zijn stiks, wat ik al zei. Dus één tikje, dan kan die al 1 of 2 centimeter uit het spoor ja. komen. Omdat je niet vloeiend kan rijden met een IPR. Mm -hmm. Dus ja, dat zijn mogelijke. Dingen waarom ding waarom die ontploft is. Ja. ja. En dat was dan 20 kilo. <laughs> 20, 20 kilo, kilo uh, homemade explosive. Explosive, Oké. Okay. Ja, en dat klopt erop. Dat klap er erop. Ja, dat was echt een klapper, joh. Um, dan komt. Michel, um, heb, heb jij al iets met foto's gevonden? Ik heb foto's. Oké, okay, maar, maar ik wil alleen even weten, je, je kiest er denk ik bewust voor. Om, om Luc nu eerst het verhaal gewoon te laten ja. vertellen. En daarna wil je foto's bekijken. Ja. Zodat Luc een en ander kan toelichten. Nee, dan begrijp ik je. Ik snap ja. je. Um, dan gaan we dat dadelijk uh, bekijken. Oké. Okay. Even... Luc, Boom. Ja, boem. Ja. Wat, wat weet je nog? Wat gebeurt er dan? Ja, wat ik vooraf wil zeggen is. Alles wat ik nu beschrijf. Is ja? zeg maar mijn verhaal. Dus jouw verhaal. Mijn perspectief. Dus zoals ik het heb ervaren. Kijk, want weet je, er zijn misschien wel uh, 50, 60 man bij betrokken. Maar, uh, en iedereen heeft echt zijn eigen verhaal, daar ben ik al achter gekomen. Dus dat ik is... beschrijf het echt vanuit mijn visie, hoe ik het ervaren heb. Wat ja. mijn opdracht was, in mijn hoofd. Um, ja, um, dus dat. Um, even kijken, die explosie die gaat. Ja, die komt, boom. En dan is alle, alle ik dacht dat ik dood was. Dus eigenlijk best wel een chille chill ervaring. Okay. Ja. Dat is iets nieuws wat ik nou hoor. Okay. Nee, dat is echt. Het is een soort suis wat je hoort. Het is geel en het is gewoon leeg. Alles stopt, je hart stopt, je ademhaling stopt. En het is zonder druk. En dan maak jij, jij maakt jij dat bewust mee? Ik heb het bewust meegemaakt. Heb ja. je ook een soort van outer body experience gehad? Dat je jezelf hebt gezien? Of nee. je, was, je bewustzijn is altijd in. Ja, altijd ingeweest. Alleen wel dat het zeg maar heel licht, heel vrolijk, heel zacht. Oké. Okay. Het, ja, het is gewoon een soort. Als je zeg maar door een, uh, door een zandstorm rijdt, dat effect. Het zuist langs je oren en het okay, wordt er geel. Oké, okay. nou laten we nu maar wat foto's erbij pakken, bro. Want dan, uh, we, we zitten nu goed in het, uh, in het plaatje. En dat we dan, uh, dan gaan we misschien dat je nog wat dingen... Ja, deze foto is genomen in die tandjevallei. Eerder, ja. eerder uh, een eerder moment. En ik schets hier altijd zeg maar van kijk ons zitten. Weet je, allemaal stoer, een beetje stoere foto's hebben gemaakt. En dat zegt heel veel over... Um, over onze, onze vibe daar. Dus dat de onoverwinnelijke, weet je wel. En dat wij ook vaker werden gekozen voor opdrachten. Ja. En dat zie ik hier wel heel erg in terug. En die bril die ik op heb, weet je wel, die Wiley X bril. De en Wiley van, X? Ken je die nog? Ik, Jongen, ik was geilder op dat ding. Ja. die Wiley X. Nou, precies ja. dat, weet je wel. Alleen, het zegt niks over die persoon. Nee. Het zegt alleen maar over uiterlijk. Ik had een c 8 Ik had een kleiner wapen. Waarom? Omdat mijn wapen ja. niet aan was gekomen in Afghanistan. Maar ik zeg, die hou ik wel omdat ik het fijner vond. Ik had een lampje. Maar dat lampje had ik helemaal niet nodig. Dat was gewoon om peppy te doen. Gewoon om stoer te doen. Ik heb dat lampje <laughs> nog nooit nodig gehad. Alleen achteraf is het gewoon um, dat, dat je dan... Het is maar de buitenkant. Als daar we zitten gewoon daar. Maar pak hem ja. bij je. Ja, lastig. Ik dat, moet het nemen. Daarom, als jij lekker beetje rustig... Wennen. Als jij lekker rustig ja. wil zitten, zo erin ja. leunen, dan moet je dat doen. is goed, man. Het gaat erom dat jij lekker je verhaal kan doen. Dit Wat is doe een dit? Kort filmpje, denk ik. Een stukje verplaatsing. Ja, ja, dat, dit heb ik gedaan omdat... Kun je zien uh, hoe... Ik weet niet of je het nog goed kan zien hoor. Maar dan kun je zien hoe wij stonden in die IPR. En hoe dicht wij op elkaar stonden. Dit is wel op de dag zelf ook gefilmd? Uh, nee, dit is een okay. dag ervoor of zo. Juist, maar dit is om, om een indruk te geven. Indruk hoe te geven daar van... Is, ja. Ik hoop dat ik dadelijk bijdraai. Ja. Okay. Maar in ieder geval, je staat dus op één pallet met drie man. Ja, en nou, dan gaan we verder. Ik wil ja. even kijken of we foto's zien... Uh... Van het uh, langzaam naar het incident toe, we, wat we net ja. eigenlijk zeg maar besproken hebben, dus geluid en nu beeld. Ja, en anders dan moet je naar uh, Oorschot Oersgan. Heb ik ook een link van gestuurd. Dit is in uh, die Tandje vallei wat mm. ik net schetste, of in de andere vallei. Mm. Misschien moeten we die link pakken van uh, Oorschot Oersgan. Daar heb je echt goed beeld van hoe het eruit zag. Is dat een filmpje? Helemaal is dat die je mij gestuurd hebt. Ja, dat is een filmpje. Um... Oh, ja. Die kun je dan ook stopzetten, maar in ieder geval Oorschot-Oeskan heb je die? Deze ja, en dan moet je even doorspoelen. Ja. Met beeld, pak het beeld maar erbij, dan kunnen we het zien. Want dit, hier krijg je wel echt goed beeld bij hoe het was. Ja, oké. Okay. Heb jij nog even iemand foto's genomen van die dag? Uh, ja, er ja? Ja, zijn er al. We uh... moeten even een stukje verder nog. Kijk, daar zie je die bom, wat ik vertelde, een paar meter verder van ons voertuig. Oké, okay, wat jij zei, die 4, 4, 5 meter. Ja, uh, okay. dat is de, daar ligt die gewoon. Okay. Dus die hadden we in eerste instantie gevonden. Maar dan merkte hij al die dag dat het gewoon niet lekker liep. Okay. Zeg maar de dreiging. Ja. Nog een stukje verder. Ja. Wij doen nu bewust geluid weg. Want we hebben een ja. paar keer, wij weten het allemaal niet met YouTube, jongen. Um, we... Dit is, uh, hier hebben wij uh, geluid laten afspelen in de vallei. Ik, ja, ik zag ook de speakers, man. Ja, om uh, ze de, uit, uh, hun, uh, uit de tent te lokken. Dus deden we terrormuziek. En uh, riepen we bijvoorbeeld, uh, ik weet niet of ik dat kan zeggen... Zeg ik. Nee, doe we niet. Nee. Uh, maar we riepen niet eens wat dingen om ze uit te lokken. Zodat ze zichzelf uh, uh, lieten zien. Zodat mm -hmm. wij ze dan konden aangrijpen. En daar zie je die gewonde voertuig van de militairen. Dat ben, ik kom daar aanlopen. Dat ben ik. Ja. Echt nog een, een goede status, zeg maar. En ja, hier, ja. Echt, echt een minuut of twee minuten later na dit moment, krijg ik die opdracht om die instap te gaan doen. Oké, okay, oké. Okay. Daar zie je ook de gewonden. Daar zie je ook de inslagen van de Apache. Ja. We hebben ze op een gegeven moment redelijk uh, op de korrel, waar moeten we zijn, mortieren gaan vuren. Dus die dreiging die neemt die dag echt wat toe. Er is, er is uh, inmiddels luchtsteun vanuit ja. de bergen, worden jullie bevuurd vanuit Taliban? Uh, ja, we, we, we krijgen, we ja. krijgen uh, intel dat ze daar ook zitten, dus we zijn ze nou echt aan het treiteren. Oké. Okay. Um, even kijken. Ja, nu uh, hoor je ook allemaal gekle wapen geklet. Ja, 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 ja oké. Okay. Goed dat je dat beschrijft. Dat is mijn chauffeur die... toen. Ja. Heeft toen, uh, ja, die reed toen op dat moment. Ja. Ja, heftig. Klein stukje verder misschien. Ze hebben via ja. Intel van ons te horen gekregen over die over die kwaalas ja toen ben ik dus met dat was de genist? Dat ja het niet verstandig was uh, gezien de tijd om een overwatch te gaan uh, die heeft zijn eigen altijd nog schuldig gevonden maar ja, ja. nergens voor nodig natuurlijk ik heb uh, ik ga deze allemaal linken in de beschrijving ja, dat is prima. al deze linkjes doe ik allemaal erbij mensen maak je geen zorgen doe het allemaal erbij Maar ik ben iedere keer YouTube is zo erg nu dan krijg ik... iedere keer krijg ik uh, auteursrechtenclaims. En je weet gewoon niet meer wat. En wij weten, oh, we willen heel graag dingen laten zien ja. met geluid. Maar ja, vaak krijg je, wordt die video dan gewoon geblokt, man. Pff. Maar Luc, heb je in die oh. drive... Heb je, zijn er ook foto's genomen van het voertuig? Hoe dat eruit zag? Hoe je ja. erbij... Ja. Zaten? ja, dat hebben we. Alleen... Uh, maar dat zie je ook als je nog een keer die link opent. van een stukje verder. Ja. Dan zie je op een gegeven moment dat ik achteruit rijdt Dat die ontploft. En dan heb, je, heb ik beelden. Zijn er beelden gemaakt? Daar is, be is beeld van. Vijf, vijf minuten na de rand hebben ze dat gefilmd of misschien 10 minuten. zo so, bro. Dus dat daar is gewoon beeld van. In, die, okay. in dat linkje. In wat dat je net linkje. Laat zien. Ja, de hem maar zien. weer erbij, michel Sorry. Dat... Ja, wat ja. je wat je net liet Was zien. Was iets te snel? Ja. Sorry. Maakt niet uit. Want dan heb je kun je zien hoeveel chaos het is. Kijk, ja, hier rijd ik dus achteruit. Boom. Let op. Het wordt ook zwart daar. Kijk. Ja, zwart. Laat maar. Doe maar gewoon geluid. Fuck it. Uh, onder Zet het geluid de, maar open, uh, uh, Micha. Onderluiks uh, Helemaal. Stof. Ik heb toen eigenlijk heel snel uh, naar mezelf gekeken, mijn armen gecontroleerd. Heel snel mijn benen gecontroleerd, ik had zelf niks. Toen keek ik naar achter en uh, zag ik alleen maar stof. Kijk, nu zie je het voertuig. Dit is de situatie. Nee, de, de IPR waar we net in zaten, we zijn ongeveer een uh, uur geleden over een uh, Oh, toch een uur, nou goed. Mm -hmm. Een uur naar de rand. We hebben drie gewonden. Van één zeer zwaar. Dadelijk zie je vanuit binnenuit gefilmd. Die zeer zwaar gewonde is Dennis vanuit? Ja. Ik en een schutter hebben zelf gelukkig niks. Nou, daar is hij ingeklapt, daar zie je het, hè? Ja. Is ook helemaal, alles is ook weg daar. Kijk, de ja. trek is gewoon weg. Ja. Hij ligt op zijn kont. En dat loopwiel, moet je kijken. kijken. Ligt gewoon een loopwiel. Goh, zo. Dat is gewoon 20, 30 meter, meter. verder. Zeker. 100 meter. 100 meter. Ja, dat is echt. Dus, uh, kijk dan. Oh ja, oh ja. <laughs> nou, dat was een flinke klapper. En een klein stukje verder zie je nog de in, uh, binnenkant. Onder andere, heer Voor de mensen, zo'n loopwiel weegt uh, 80, 90 kilo. Ja, ja. ja. Nou, zoiets. Je toch zoiets van, ja, schrik je... Uh... Ja, dat is hier de binnenkant. Duizenden, ik wil niet weten. Ik hoop dat niet ook een engeltje heeft. Duizenden. Hoop ik echt. Toen zag ik opeens uh, zijn scherven stoppen neerkomen. Door een ademhaling. Heel schokkerig, maar hij had gelukkig nog een ademhaling. Dus ja, dan ben je opeens wel uh, eigenlijk stiekem heel blij. Dat het toch nog een kans maakt in ieder geval. Het nieuws van de berm ja. bereikt intussen ook het kamp in Derawood. Ja, ja goed. En telefoon en de internet. Maar ja, weet je, dat is wel. Uh, het en anders, uh, mag even, Luc. Anders moet, moet, moet Luc even kijken bij jou. Welke mappen is van, die, uh, van, de, van de foto's? Want je had ook foto's ervan? Of, uh? Ja, die heb ik denk ik. Uh, die zit met, uh, die zit niet mm. Ja, maar we hebben nu wel een. Uh, ik heb wel een, ik uh, een goed beeld. Ja, ik zit te denken. In mijn introfilmpje heb ik die ook gestuurd. Als je zeg maar mijn verhaal, dat filmpje hebt, dan zie je ook een foto. Dan zie je de overal foto. Waar? Ik heb een film gestuurd van mijn verhaal, dat is een YouTube link ook. Ja, de terugkeer. Nee. De, mijn verhaal. Woont, maar niet verslaan, nee. Nee. Uh, mijn verhaal. Ja, dat. Uh... Ja. Ze staan uh, en anders bekijk je gewoon even in mijn ja. WhatsApp. Daar heeft Luc al die uh, linkjes uh, gestuurd. Dat is normaal zet ik dit allemaal uh, op een rij voor ja. de podcast. Alleen we kregen dus, daarom werken we nou met twee camera's. We, we, ja. we, we moesten gaan foldfinden. Dus sorry Luc. Geen probleem man. Beetje... Maar, maar het gaat er niet zoveel om: je ligt daar uh, en je checkt jezelf, hè, wat hij ook zegt net. Van je kijkt of dat, je, of dat alles nog werkt. Nou, ik doe zo. Ik voel wel bloed en zo. Ik zie bloed. Ik check mijn armen. Mijn benen en ik wil opstaan. Alleen, ik zak meteen weer door mijn benen. Dus ik denk, fuck, dat gaat niet zo goed. En toen wilde ik natuurlijk contact leggen met de mensen achter me, want je weet, de stilstand voertuig is gewoon dodelijk. Dan gaan ze natuurlijk op schieten. Ja. Dus je moet daar de beveiliging gaan regelen. Ja, ze is een vuurtrekker. Ja, ja. ja dus uh, uh, ja, vanuit mijn liggende positie probeer ik uh, zoveel mogelijk dingen te regelen. Ik laat de mannen die dus in het voertuig nog zitten, de boordschutter en de chauffeur, laat ik op het voertuig zitten, omdat je ook één bom is geen bom. Dus ja, er liggen er altijd meer. Dus blijf op het voertuig heb contact met de mensen achter ons en heb contact met de twee gasten die ik nog miste. Of nee, ik miste er één en eentje die riep me. Mm -hmm. Want we stonden met z'n drieën achterin. En ik was dan achter het voertuig terechtgekomen. Nou, dan zag ik de ponservouwste gewoon gebroken naast me liggen. Ja. Ik zag uh, de diesel die liep in mijn nek, de lekke tank. Mm -hmm. Ja, dat is hem, dat is hem. Dat geluid, die dat geluid, dat geluid ik. Um, uh, ik, de verbindingen lagen eruit, de accu was kapot. Nou ja, goed, je, je zit dan. In, en toen hoorde ik in één keer. Uh, Sarge, Sarge. Ja, ja, mijn been is eraf. Ik dacht, gast. Dus ik kijk zo achter die IPR, zit dat been van, uh, van Rick, zit gewoon hier in zijn nek, hè? Zo. Oh. Ik denk, wat fuck. Waar heb ik nou weer aan mijn broek hangen? Ik zeg, nee, dat been, dat zit in je nek. En hij voelt zo. En uit zijn reflex legt hij dat been goed. Maar wat gebeurt er? Door die spierspanning gaat dat bot zo naar buiten uit zijn uh, schiet gewoon door. uit zijn vel uit gewoon doorheen, ja. en hij raakt ook uh, uh, slagader dus dat begint uh, daar is echt een... dus uitwendige botbreuk ja met een slagaderlijke bloeding ja dat begint in één keer allemaal ja of dat dan een slagader precies is hey, ik, ik die medische termen weet ik niet maar ik zag heel veel shit en uh, ja dus ik begon echt te schreeuwen was shit op man moet ja. opschieten maar ik miste er nog één en dat was Dennis die was ik Ik dacht dat het een rugzak was, man. Dus dat was wel heftig. En uh, toen zei mijn boordschutter: Hé, uh, hey, ik zie een ademhaling. En toen keek ik. En toen zag ik daar dus Dennis liggen. En die ademhaling, dat was niet APK. Dat was gewoon niet goed. Maar miste Dennis toen al zijn benen? Dat zagen jullie? Of was ja, dat één grote. Uh, dat wil ik liever niet heel detailgeteken. Nee, dat, hoef, dat, over dat, dat hoeft ook niet. Maar, maar uh, nee, nee, het was gewoon nog allemaal intact. Okay. Alleen door. Uh, door... Ja, de omstandigheden dacht ik dat er een rugzak was, zeg maar. En uh, ja, en toen kwam natuurlijk uh, het conflict tussen de genie en de AMV'er, want... Dus de de en de algemeen willen, militair verpleegkundige, ja? ja? de algemeen militair de verpleegkundige, die wil natuurlijk als dolle voorwaarts om ja. te gaan helpen. Maar, maar de die... geniste zegt, ja, maar hoe is het? Ik moet eerst zoeken. Dus die zag ik een beetje strubbelen. Nou, toen heeft de verpleegkundige voor gekozen om ras te geven en gewoon te komen. En die heeft uh, gehandeld, nou, dingen gedaan. Um, ja, daar ben ik hun nog steeds dankbaar voor. Ook al uh, denken ze soms dat het uh, niet zo is. Dus dat kan een mooie mogelijkheid om nu Omdat, kenbaar te maken. Uh, even recht te zetten. Ja, dat, dat, dat we ze ontzettend dankbaar zijn. Zowel, uh, dat durf ik wel vanuit hun naam te zeggen, Dennis, Rick, als ik. Uh, voor hun inzet. Um, ja. ja, ook hun hebben gewoon uh, heftige shit gekregen daar, weet je wel. En ze moesten er gewoon staan. En naar mijn mening stonden ze er ook. Ja. Ze hebben gewoon hun ding gedaan. Um, Mooi dat je het zegt, Luc. Even snel voor de mensen, ja. want er wordt heel veel verteld. Ja, er gebeurt ook heel, heel veel. Um, het kan zijn dat je af en toe hoort. Danny Dennis, dat is dezelfde persoon. Ik heb er ook aan moeten wennen. Ik ben daarna ook uh, ja. het peloton, jullie peloton, toen jullie eigenlijk terugkwamen ben ik de OPC van dat peloton uh, ja. geworden. En toen waren heel veel mensen al weg. En toen moest ik ook even bij Danny of Dennis, maar ja. het heeft echt te maken met de uh, roepnaam. Roepnaam en, en Dennis, juist. ja, echte naam. Ja, ja. oké, okay. dus uh, dan, weet, dan, dan hebben we dat uh, scherp. ze ja. dus, ja. uh, maar daar, daar hebben hun zo goed gehandeld. Uh, de PTLS'er van uh, de afvoergroep, van de verpleegkundige, die heeft uh, een methode gevonden om Dennis een uh, keel vrij te houden. Nou, dat is heel belangrijk geweest. Uh, daardoor heeft hij het ook overleefd. Dus, uh, dus, dus ook de, daarin echt. Je uh, hebt ervoor gezorgd dat ze ademwerk ja, vrij was. Juist. Ja. Dus, ja. Soms heb ik het idee dat ze niet. Uh, de erkenning hebben gekregen ja. of dat ze denken dat ze die hebben, maar. Uh, ja. ja. Michel, als je het filmpje van Dennis vindt, waar hij zichzelf aan het optrekken is, wat we toen straks zagen, dan hebben mensen daar straks even beeld ja. bij bij wie Dennis is. Want Dennis heeft het overlegd. Ik heb begrepen. Ja, ik heb natuurlijk op daarna werd ik op van het ...ik hoorde ja. natuurlijk al die al die verhalen. Um, ja, daar zijn zoveel zakken bloed doorheen uh, gegaan in die helikoptervlucht, uh, geloof ik, bij... Ja, ze bij hebben de Canadezen uh, daarop geroepen om uh, bloed af te staan, omdat de bloedbank leeg was. Maar ja. goed, ja, uh, yeah, het is allemaal al uiteindelijk goed gekomen. Ja, ja, ja. Dat is het belangrijkste, uiteindelijk. Ja. Maar het was wel heftig, want op een gegeven moment... Um, je wordt ge afge nee, wat je eerst merkt, is dat je echt in een uh, verschillende breinstatus bent. En daar ben ik achteraf ook een beetje op gaan uh, onderzoeken, want wat gebeurt er allemaal met je, hè? Je gaat eerst in die fight, flight of freeze modus. Dus ik ging in de fight, ik ging handelen, ik ging dingen doen. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik eigenlijk... Ja, ik heb geen psychische klachten. Ik, ik kan alles goed vertellen. Ik kan het allemaal gewoon voor me krijgen. Ik kan het herbeleven. Maar dat is helemaal niet erg. Daar heb ik ook helemaal geen uh, nare smaken van. Maar wat ik merkte is dat ik in de helikopter lag... Uh, en dit is wel heel mooi om dadelijk het liedje van Snelle, wat ik heb gemaakt met hem, te laten luisteren. Want daar zit een fragment in waar dit verteld wordt. Maar Maat, dat is het probleem juist. Ja. Als, als we daar geluid bij zetten. Ja. Oh, dat je, mag niet. Nee, want dan krijg ik een claim. Oh, dus voor de shit. mensen uh, Snelle heeft een nummer gemaakt samen. In, in ja. samenwerking met het Veteraneninstituut. En er wordt. Uh, ja, Luc komt er ook een voor in die clip. En ik het is mijn verhaal. Het is jouw verhaal ja ik, heb in, met in hem ja, ja, ik heb met hem gezeten om mijn verhaal te vertellen. Ja. En hij heeft er dit liedje van gemaakt. Ja, prachtig. Dus, uh... wel de tekst. Ja? De tekst. Ja, nou, dan moet je kijken. Hier, dat is mooi. Uh, maar we gingen samen denk ik nog dat, dat doen. Uh, het gaat in ieder geval over een lach. Oh, geschreeuw. Ik moet nog steeds uh, denken, wennen aan geschreeuw van je. Dat gaat over die, uh, de Rick wat ik zei met dat been in zijn nek. Ja, ja. Dan, nou, ja, maar lach je samen als laatst? Dat gaat over het moment, want dat vind ik mooi om te bespreken. Dat gaat over het moment dat we in een helikopter komen. Mm -hmm. we, hadden die, we hadden Amerikaanse medevac, medische evacuatie een helikopter, een ja. Black Hawk. Alleen die Black Hawk die loopt een beetje taps toe aan het einde. En Dennis lag helemaal vooraan bij de piloten. Ja. Daarna kwam Rick en daarna kom ik. Maar ik lag dus in het tapse deel. Dus mijn hoofd, die hing een beetje zo. Buiten die, uh, buiten de, de, die helikopter. En die... Jij kreeg gewoon een beetje de fucking tour of duty gevoel. Oh, shit. Weet je? Ja, ja, ja. Maar ze doen die deur dicht. Bam, tegen mijn kop aan. Omdat ze dachten, oh, dat gaat wel. Nee, mijn hoofd zat Jongen, dat is straight out of the Naked ik, Gun films, echt, man. Ik zweer het. Maar ik ging dus helemaal stuk met Rick. Wij lachten ons kapot. Ja. Nadat echt... Ja, Dennis ligt naast je. <laughs> dat zijn die militaire shit, ja. Maar dan zie je dus dat ik naar nou mijn emotionele brein ben geschoten. Van ja, gewoon, gewoon lachen, gieren, brullen, weet je wel. Ja. ja, en dan vlieg je dus uh, met... De... Valium mee, waarschijnlijk ook daarom ah, meegedraaid. met morfine, Ja. Maar, uh, en dan kom je in het ziekenhuis. Uh, ja, in de operatiekamer en dan wordt Wacht, Dennis... ziekenhuis ziekenhuisrol ja. 2 in Afghanistan. Is TK. Of... TK juist daar ja. ja, en daar stopt de helikopter, maar de rotorbladen bleven draaien. Ja. Dus ik dacht, wat is hier aan de hand, weet je wel? Ik probeer dat toch allemaal toch nog... Ik, ik kon nog wel redelijk nadenken. Ik, wat is hier allemaal aan de hand? En ik lig op die operatiekamer en naast me leggen ze Dennis neer. Ja. En Rick zat in een andere kamer, heb ik niet meer gezien. Mm -hmm. Ik denk, wat de fuck? En in één keer zie ik allemaal met, zijn ze allemaal met Dennis bezig. En Dennis wordt weer afgevoerd. En ik hoor die helikopter opstijgen. Ik denk. Ja. Huh? En ik blijf daar een beetje alleen achter. En dan denk ik. Huh? Nou ja, goed, ze zijn met mij bezig. Ze maken mij stabiel en uh, ik krijg nog meer morfine en maar stonden op een houten pallet. Dus ze zijn misschien wel drie uur bezig geweest om splinters uit mijn donder te halen. Omdat ik helemaal vol zat met houtsplinters. Hmm. Nou, en op een gegeven moment kom je op de verpleegzaal, want je bent uitbehandeld even daar, en toen kwam ik Rick weer tegen, die lag dus op een andere OK, en uh, die hadden ze zo goed als klaargemaakt ook voor transport naar Kandahar, want Kandahar is natuurlijk weer een grotere rol, hebben ze uh, 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 CRI, hoe heet dat, die scans ja zeker en MRI uh, scan of wat is het ja MRI MRI scan ja, ja Mike Mike Hogewoning heeft hier uh, daarover verteld oh. zij operatie uh, oh ja natuurlijk op de operatiekamer ja, ja. Ja. ja zeker zij heeft daarover verteld ja klopt jij ja. ik heb een keer van haar uh, lezing uh, bijgewoond. Maar ja maar in ieder geval, ja daar zijn hun dus naartoe vervoerd daar zijn ze heel erg uh, ja, gestabiliseerd en uh, maar dan is het lastige. want ik bleef alleen achter in TIC of in TK. ja en um, ja, ik, ik bekijk het verhaal vanuit mezelf. En dat is dan kut. Want je bent groepscommandant, je had een groep. En je ja. hebt helemaal niks meer. En weet je, je hebt geen wapen meer. Die is weg. Je mm. hebt je munitie niet meer. Je hebt je opvest niet aan. Je hebt je scherfvest niet meer. Je ligt daar in een bed. Ik kreeg een computer, een laptop van een verpleger of pleegster om uh, filmpjes te kijken. Ja, maar holy shit. In wat van is uh, praten we nu over van boem in uh, TK? Ja, zeg 20 juni. Uh, kom nee. je dus in TK? Eigenlijk, want om vier nee, de knal, uur. Is ik bedoel dat golden hour, boom. Hoe snel was je vanaf. Uh... Ik geloof 20 minuten dat wij daar vertrokken. Oké, okay, dus Van we plaats. doen even snel een recap, want jij bent natuurlijk gewend dit verhaal te vertellen. Ja. Um, bom, boom. Ja. Um, drie, drie gewonden, ja. één zwaar gewonde, ja. Danny. Um, ja, twee zwaar gewonden, twee zwaar één licht. Één licht. Dus licht. licht. Oké. Okay. Um, Binnen twintig minuten worden jullie uh, afgevoerd en ja. komen jullie op de uh, uh, rol in uh, Tarinkot uh, ja. terecht. Klopt. Um, ja. De E1, e Dennis, uh, Dennis is aan het vechten voor, uh, voor zijn leven. Ja. Rick is gereed om naar uh, Kandahar ja. te gaan. Jij blijft op de rol 2 ja. gezien je verwondingen. Want we hebben we nou wel of niet al over jouw verwondingen gehad? Nee. Maar nee. op dat moment hebben ze niks geconstateerd. Oké, okay, dus ze constateren van nou je hebt niks. We hebben, hebben CT-scans gemaakt en we zien niks. Dus jij mag gewoon terug naar Derewoed, zeggen ze dan. <laughs> kom ik heb je nou niet... Ik voel met je mee, hè, want ik ben ook groepscommandant geweest. Ja. Ben je dan op dat moment niet blij dat je bij die twee jongens bent... die ja. zwaar gewond zijn? Ja, dat je als commandant daarbij mag kunt zijn. Weet zeker. Zeker dat ik dat proces heb gevolgd. Alleen op een gegeven moment waren ze allebei weg. Ja. En dan lig je daar dus alleen. Dus toen hebben ze met een road move, hebben ze mijn plaatsvervanger... hebben ze toch nog naar TK gespuit, gestuurd met spullen... Uh, die heeft mij een beetje mentaal onderhouden. Maar het hele, het hele kamp in Newood was zo van slag, omdat wij een beetje een beruchte groep waren. <laughs> dat gewoon ons peloton ook gewoon uit of running was. Die hebben gewoon geen opdrachten gekregen een week lang. Dat ze Weet gewoon niet ja, voorwaarts konden. Als het, dat is, Mens schrikt vaak, hè? dan uh, wou als het hun kan, uh, als het hun overkomt. Precies. Uh, dat is dat stukje ook in, uh, in die Corwall uh, Valley. Is ja. dat, die, uh, dat op een gegeven moment die Sarge, die beste Sarge van hun. Die wordt gewoon uh, doodgeschoten. En die ene gast, die soldaat in de groep, die begint gewoon te janken. Die kan niet meer, maar ja. die schrikt heel erg. Want als het hem overkomt, dan gaan we allemaal al dood. Nou. Weet je, dus dat is een beetje wat je beschrijft. Hè? Dus, uh, Precies. Ja. En um, ja, en dus, 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 maar gelukkig had ik veel uh, collega's van KST van commando's die ik daar kende. Dus die kwamen me ook nog opzoeken. Die gaven me spullen. Uh, dus dat was wel allemaal chill. Alleen, je voelt je wel echt naakt, man. Je hebt geen wapen meer. Je ligt daar trouwens tussen de uh, Afghanen. Want de rol 2 liggen gewoon Afghanen die bijvoorbeeld ook geknutst hebben met bommen. Hè? Die liggen daar gewoon. Precies, daar zou. Bewijzen van, bewijzen van. Hè? Dit is zo, zo is het mensen. Ik moet het even benoemen. Luc kan daar gewoon naast de persoon liggen die voor hem de bom heeft gelegd. Dat, dat zou is gewoon echt kunnen. Gek, nu denk. is het onwaarschijnlijk omdat we, hij van Deren naar die case gegaan. Omdat het in een ander gebied ja. hebben we het over. Een andere area of responsibility. Maar. Dit is dus even de situatie. Hè? Dus uh, ja, vijand kan naast ja, het is de strijden echt. leren. Ja, ja, dat zou kunnen. En dan ging ik naar de wc. En dan uh, had er net zijn hoofd in de wc tegen het plafond al zitten schuiten. Omdat hij niet snapt hoe een wc werkt. Echt ja. knijtig gek. Maar goed, ja, daar dat krijg je nog mee. Maar dan begint het. Want daarna komen ze zeg maar, met de informatie over Dennis. Uh, hey, over... Dat je die afgaan overigens niet kwade kunt nemen. Maar nee, het nee, die snappen ja. het niet. Hè? Dus oké, okay, jij krijgt die info Informatie over, over uh, statische, uh, uh, ja, het hele medische, dus, dus slecht nieuwsgesprekken, zoals ze dat uh, zeggen. Heel direct, pap, pap, pap. Mm -hmm. En hij ging met de dag slechter, met de dag slechter. En na een paar dagen zei ze, we moeten ze gaan vervoeren naar Nederland. Dennis je, Rick. En Rick, Rick ook, ja, ja, samen. Dat ze samen in een quarantainebunker... In een vliegtuig worden geschoven. Dan gaan ze via Engeland vliegen? Ze dan naar Nederland, naar Eindhoven. Met uh, politiebegeleiding gaan ze dan naar het CMA. Worden ze meteen onderzocht, uh, geopereerd en noem maar op. Ja, en op het moment dat ik dat hoorde, uh, dan gaat er natuurlijk ook een, een last van je weg. Want ze zijn ze niet meer in het gebied. Dan gaan ze naar Nederland, naar een betere ziekenhuis. Naar betere artsen, uh, of tenminste uh, gespecialiseerdere artsen. En toen zat ik nog steeds daar. En hmm. toen zeiden ze: Van Luc, jij mag terug naar Derewood. Ik, terug naar ik kon niet eens lopen. Maar goed, ik ging terug naar Deerwood. Ik ging terug naar Deerwood. En dat is eigenlijk de beste keuze ooit geweest. Want um, ik kwam uit die Chinook gehuppeld met, een, uh, met mijn krukken, en uh, daar heb ik het hele peloton gesproken. Dus toen heb ik mijn verhaal compleet kunnen maken. En dat heeft echt veel gedaan voor mijn verwerking. Dus ik heb met al die mannen gepraat en ik heb natuurlijk Rick nog gesproken. Ik heb Dennis nog gezien. Dus daar kon ik ook weer delen met hun. Dus hun motivatie die steeg ook weer een beetje. Dus dat was wel echt een mooie, alleen toen kwam ik natuurlijk op het punt. Dan zitten we daar op zeven dagen na de explosie, na de aanslag. Van ja, what the fuck, wat, wat doe ik hier? Toen vroeg mijn OPC van Luc: ga je dan mee naar de FOB, naar Coyote? Forward ze... Operating ja. Base, ja. Ga je dan mee? Ik zeg: nee. Ik heb altijd tegen mijn mannen gezegd: als jij je enkel verzwikt hebt en je bent niet 100% inzetbaar, dan neem ik jou niet mee. Je moet kunnen knokken. Dus toen heb ik daar gekozen van nee, ik ga niet mee. Uh, hun moesten gewoon gaan natuurlijk, de opdracht stond. En toen uh, heb ik gevraagd of ik dan naar Nederland mocht om de ouders te in te lichten. Want dat was natuurlijk wel een dingetje. Die moest ik nog even gaan vertellen wat ik daar had uitgespookt. En toen uh, ben ik naar Nederland gevlogen. Nou, daar zit ook weer een heel verhaal aan vast, maar dat is echt te veel. Maar in ieder geval, ik kreeg geen medische vlucht. Ik kreeg een normale vlucht. Ja, echt komt allemaal geregeld wat dat betreft. Want dan moest ik in een Hercules zitten. Maar ik moest eigenlijk liggen, want ik kon niet zitten. Echt een drama. Um, dat was op de plek van Marten Kruif. Hm. Ja, <laughs> ja. Nou, daar heb ik ook nog een mooie verhaal over. Maar die snapte niet zo goed... ...wat er gebeurd was met mij. Die was ook druk met zijn eigen... ...Australische gewonden. Nou ja, mooie In ieder geval, ik ben in Nederland aangekomen. Uh, maar dan begint het volgende verhaal. Want ja... Dan kom je natuurlijk aan in Nederland. En dan heb je in een buitenlands ziekenhuis gelegen. Maar je moet wel onderzocht worden in een Nederlands ziekenhuis. Ja. Maar als je dan in het Nederlands ziekenhuis komt, dan zeggen ze... Ja, maar hoe is? Jij hebt in een buitenlands ziekenhuis gelegen. Ga je heel snel ons ziekenhuis uit. Dus dan moet je eerst in... Uh, uh, moet je dat, uh, de MRSA-bacterie, toch? Dus dan moet je ja. weer eerst onderzocht worden voordat je het ziekenhuis in mag. Nou, okay. Dat is echt een hel, joh. Nou, en dan begint eigenlijk... Uh, toen had ik nog heel veel spanning... Omdat ik tegen die ouders moest gaan vertellen wat ik had gedaan. Maar het was je eigen keuze. En ergens vind ik het door, toch... Uh, ja, nou ja, ja. Ik gaf je aan, ik wil ja. naar huis vliegen, ik, ja. naar de jongens. Ja. ja, dat lijkt me dan. Uh, ja. Ik, was niet, ik was, kon niet meer inzetbaar zijn nee. voor, mijn, voor mijn club. Het is ook vrij logisch. Ja. Wat heb je daar dan nog te zoeken? Na zo'n incident Precies. kan ik me indenken, heb je daar ook niks meer te zoeken? Nee, joh. Nee. En als ik moest denken om nog de poort uit te gaan, ik was, ik was met mijn je hoofd was alleen in maar bij die twee. Juist. Ik, was, ja. ik was alleen maar met die twee bezig, man. Ik moest ja. die twee moest ik gewoon, uh, daar moest ik bij zijn. Ja. Snap ik. En dat is de beste keuze ooit geweest. Oké. Okay. Dus ik ben later nog, daar heb ik die ouders gesproken. Nou, daar viel een hele last van me af, want ze begrepen het. De vader van Rick is ook uh, is uh, ook militair. Hoe doe je dat dan, Luc? Wat, kun je dat moment uh, voor mij uh, beschrijven dat jij die ouders ontmoet? Waar is dat? Is dat in Volgens het mij, ja, is bij het ziekenhuis geweest. Ja, ja, buiten. En daar heb ik het gewoon, uh, ja, daar ontvangden ze mij en daar heb ik voor mijn gevoel mijn verhaal kunnen doen. En uh, ja, hun reageerde natuurlijk heel rustig en uh, positief op mijn verhaal. Dus dat gaf mij heel veel opluchting. Is Dennis op dat moment al buiten levensgevaar aan Rick? Uh, ja, Rick wel. Dennis nog niet, volgens mij. Dus dat heeft nog wel even geduurd. En, uh, merk je daar, sorry dat ik dat zo vraag, ja? merk je daar verschillen in, in ouders? Hoe de ouders van en Dennis erin stonden en de ouders van, van Rick? Nee. Probeer al... dat contrast even te verkennen. Ja, ja, weet het, je. Je zit in zo'n. Uh, hoe heet dat nou? In zo'n. Uh, vibe? Ja, roes? Roes. Die ouders, joh, die hebben daar geslapen. Die mm. zijn alleen maar daar geweest. Je wordt geleefd. Ja, je wordt echt geleefd. Dus ik merkte niet echt verschil of zo. Goed, Luc. Dan uh, kan ik me voorstellen dat jij. Uh, je kan niet in het ziekenhuis blijven. Uh, je gaat dagelijks naar het ziekenhuis toe, of ga je proberen ze te bezoeken, ondertussen bij je, je bent ook thuis. In één keer uit het missiegebied, ja, In één keer boom. thuis. En dan thuis, van, ja. van, de, van alles, van, nul, van 100 naar nul. Ja. ja. Dat moet iets met je doen. Ja, dat is pittig. We hadden het over <laughs> spichtig, schichtig zijn. Ja. Dat is in één keer eraf. Ja. En dan? Ja, wat je zegt, ik ging op bezoek bij, uh, bij Rick en Dennis, dat, 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 dat was mijn taak, maar zelf had ik natuurlijk wel last van mijn lichaam. Dus dat traject startte ook. Hè. Ik moest onderzoeken gaan doen bij de, bij de, bij de, in het CMA. Dus ik was dagelijks op en neer aan het rijden. Ik ging op een gegeven moment, uh, moest ik geopereerd gaan worden. Want ze hadden toch iets gevonden bij mijn knie wat niet goed was. Oké, okay, laten we even, we hebben, hebben we je, praat, je praat daar heel gemakkelijk overheen. Nou, ik wil even goed jouw ja? verwondingen weten. Knieën, rug, want wat mij bijstaat nee, is dat jouw rug nee, mijn en je hak. Ja. ja, mijn hielen, daar zitten botsplinters in mijn botvliezen. Ja. Door die explosie is dat... Uh, nou ja, goed, dat kunnen ze niet oplossen, omdat heel een heel gecompliceerd bot is. En als ze dan moeten opereren, ja, dan kunnen ze meer veroorzaken dan dat het nu heeft. Dus ik... Vraag maar aan Marco van Basten. Ja, ja. ja die heeft ook je last. Ja. Ja. Uh, dan heb je mijn rechterknie. Nou, daar is een beschadiging, um, of meniscus is weg. Beschadiging aan mijn kraakbeen en uh, mijn bot is beschadigd. Um, dan heb ik één dikke kaak. Kaak is verbrijzeld geweest, stuk. Bloedprop zat erbij. Nou ja, goed. En dat is eigenlijk een beetje. Een beetje. beetje. Ja. ja, Het valt mee. Ja, maar Je bent er je, goed vanaf gekomen, Dat bedoel ik. Maar als je kijkt naar waar we stonden op, een één pallet, sta je met z'n drie op. Eentje die hmm. mist wat. De andere die heeft ijzeren pin in zijn uh, benen. En ik heb in principe niks. Even te oh, misschien, misschien hadden ze beter bij jou kunnen zeggen van ja, laat de hout maar zitten. <laughs> dan wordt zijn been alleen maar steviger van. Ja, nou ja, maar ja, weet je. Dus, uh, hadden we allemaal maar een half been gemist. Maar, maar goed, ja, goed, je bent thuis. Ja. Uh, in de, uh, in de rust. Ja. Uh, even kijken als ik, uh, nee, of, ik je... het goed, of ik het goed begrijp. Jij zegt: toen ik met die Chinook terugkwam op het kamp, was mijn peloton daar, heb ik eigenlijk goed kunnen praten. Ja. Dat is het beste ever wat is kunnen gebeuren. Nou, je, ze gaan daarna naar Coyote, ze vragen jou mee. Je zegt: ja, nee, toch liever niet. Je bent niet meer inzetbaar. Nou, hetzelfde wat jij tegen die kerel zegt: als je niet meer kan vechten, ja, dan ga je niet mee. Nou, je beseft van nou, beter dat ik naar huis ga. Je gaat naar huis, we zijn in het ziekenhuis, alles geweest. Jouw onderzoeken, jouw onderzoeken die lopen, weet je? we hebben net ja. jouw verwondingen uh, doorgenomen. Van, vanaf, dat, vanaf dat punt, begint dan, begint dan revalidatie? Of, uh... ja, ik moet eigenlijk zeggen dat, uh, dat ik vanaf het punt dat die aanslag is geweest en ik lag in het ziekenhuis, toen heb ik eigenlijk wel de knop al omgezet. Als ik nu terugkijk. En daar heb ik bedacht van: hé hey, luister. Deze aanslag, die was, was een aanslag op ons leven, maar daar gaat me nooit in de weg zitten. En dan heb ik echt bewust gedacht: mooi, ik ga dit als positief gebruiken. En um, dan bekijk je het ook constant van een andere manier. En ik merkte dat dat werkte. Dus um, toen ik ook thuis kwam, ja, weet je, ja, dat is kut wat er gebeurd is. En je zit nog in een hele onzekere periode met Dennis, met Rick, met mezelf. En dan ga je die periode door en je gaat door en je gaat door. En als je dan constant positiever op terugkijkt, ja, dan kom je wel waar ik nu sta, zeg maar. Ja. Um, dus ik, ik heb ook geen nare herinneringen of zo. Dan ik... maak je zelf wel een prachtige brug. Hè, naar waar, je, waar je nu staat. Ja, nog uh, ja. even snel iets voor dat we ja? gaan hoppen, wat je nu doet. Want je vertelt erover, je geeft lezingen. Uh, ja. Hartstikke goed. Daar gaan we dadelijk ook een stukje van pakken. En die koppel ik straks ook weer aan de podcast. Jouw ouders, familie, kennis en naaste vrienden. Hoe hebben die dat? Uh, ervaren, zeg maar, uh, even snel de, wanneer zij op de hoogte worden gehad, gebracht. Wanneer is dat contact? Ja. Even gehad dat jij hen belt van: Hoi, uh, ja. hey, Pa, Ma, alles is in orde. Ja, die krijgt natuurlijk die black hole. Ja. Alles gaat stil, alles op zwart. En dan zit je nog in Afghanistan. Juist. Dan kreeg ik uh, snel de call van: Je moet gaan bellen, want de persbericht moet eruit. Dus dan kreeg ik uh, de telefoon in mijn handen gedrukt. De BMW ster, dus de bedrijfsmaatschappelijk werkster van de mm -hmm. die staat dan om de hoek bij jou thuis te wachten. Ja. Ik bel mijn moeder op, ik zeg geef mijn vader maar, ik zeg dit is en dit is en gebeurd, ik ben uh, gewoon in orde, I'm still alive, oké okay, tot de volgende bel, ik hang op en de bedrijfsmaatschappelijk werker belt aan en die gaat naar binnen. En die gaat hun dan een luisterend oor bieden. Nou dat is het verhaal wat dan speelt. Mm. Uh, die bedrijfsmaatschappelijk werker die gaat weer weg en dan uh, kun je daarna, is de black hole natuurlijk opgegeven omdat het bekend is en het persbericht is eruit, kun je ook weer gewoon bellen. Oké, okay, ja, ja, bij. ja. Black Hole, uh, wat Luc bedoelt, is dat uh, er is geen communicatie met Nederland, met niemand mogelijk. Er is geen, zeg maar, Vodafone trekt gewoon, de Vodafone-stekker wordt ja, eruit getrokken. Tof. Poef. Zodat Luc, zijn ouders en allemaal die ja. bij het ongeval en, uh, of het incident betrokken zijn, dat die, ten, dat die eerst geïnformeerd worden. Juist. Ja, zodat er geen valse uh, informatie bij de ouders terechtkomt. Ja. ja. Zo van, ja, uw zoon is overleden en dat jij daarna belt van, nee, hey, maar... Ja, precies. En ja, dat, dat doet wat, namelijk met mensen. Dankjewel, ja. Luc. Daar wilde ik nog even naartoe. Ja. Dan gaan we nu, je hebt hem zelf al gemaakt, je brug. Wat je nu, nu doet. Want ja. laten we even, je bent hier gerevalideerd. Ja. in Doren. In Doren. Nog steeds bij Defensie ben bij je, nu als uh, burger. En uh, ja, wat doe jij, uh, wat doe jij nu? ja ik nu op dit moment ben ik heb ik twee uh, twee dingen die ik doe uh, ik ben werkzaam als burger bij defensie en dan ben ik employability adviseur oh wacht zullen we jouw LinkedIn uh, erbij pakken oh. Daar staat het mooi bij man pop, pop. ja ja mooi ik vind mooi hoe jij uh, ik ben sinds kort moet ik wat dingen met LinkedIn, uh, ja, LinkedIn is doen goed. ja ja en ik uh, jij bent wel uit. een beetje mijn voorbeeld uh, Kijk. ik al jij vindt mooi hoe jij dingen op uh, LinkedIn uh, plaatst. maar in ieder wel ja. dat is wel een mooi verhaal hoe hoe ik daar ooit ben gekomen. Want dat is ook nog wel. Uh, mooi. Kijk, die, die, die positieve instelling. Uh, die wordt bevestigd natuurlijk. als iedereen er goed uitkomt. Uh, als ze jou niks kwalijk nemen. want ja, dat is natuurlijk ook nog een ding. Hè. Ze kunnen jou ook nog kwalijk gaan nemen. van je hebt niet goed gehandeld of zo. Nou, dat is nooit het geval geweest. Ik ben door iedereen gesteund. Dan, dan krijg je ook een positieve vibe. En uh, op een gegeven moment ben ik uh, gaan studeren. Ik denk, ja, ik heb nooit geleerd. En defensie begint dan ook een beetje van. Ja, Luc, hmm, zie jij jezelf nog wel als militair? En is de buitendefensie niet wat moois? En dan denk je van hou je back man. Ja, rot wat op. Doet dat ik met gewoon een groen. Ja, rot op. <laughs> Normaal man. Ik heb toch de... gewoon een groen pak aan. Ik ja. heb eh, groen bloed. Gas erop. Ik ga gewoon weer infanterist worden en gewoon weer dingen doen. Dus ik ging ook mijn vervolgstoelen kiezen, want dat was toen, hè, waar ik, eh, Ja, ging ik nog groepscommandant Anti-Tank draaien? Omdat ik dacht, van nou, dan heb ik die, mijn vervolgfunctie gedraaid. Luc. Na die tijd ging ik nog. Uh, kwam ik erachter dat gaat helemaal niet. Elke keer dikke poten, pijn, weet ik veel. Maar ja, hé. Hey, um, Werk geplaatst bij sectie 3. Ik denk, hé, hey, dat heb ik mooi. Stafbeurt heb ik dan ook gedraaid. Luke, wil jij uh, Commandant 97 worden? Ja, waarom niet? Ik die opleiding in. Fucking langs deren Met die. Dat is een 97, zo'n elektronisch apparaat, weet je wel. Mm. Een tank. Zo'n grote tank. Nou, heb ik ook nog gedaan. En toen dacht ik van ja. Ik, misschien moet ik er iets bij gaan doen. Want als dit toch niet meer gaat lukken, dan moet ik toch iets hebben. Toen ben ik MBO 4 gaan doen. Omdat ik, ik had MBO 1 gedaan ooit. Beveiliging. Beveiliging. Ja toch? Dus ik drie, ging. 360. Ja, <laughs> MBO ging, 1 is 360. Ik ging MBO nee. 4 studeren. Pedago of, sociaal agogisch werk. Pedagogisch uh, met, peda met jeugd. Medewerker, ja. ja. Nou, dat ging ik doen. Hey, dat, dat fikste ik met allemaal achter en ik, ik Dat ging als een trein. Dat, ging als een, dat liep als een tit. nou Toen dacht ik van, maar ik had een jaar zeg maar, zo stage gelopen in zo'n zo uh, zo jeugd. Uh, ik werd helemaal gek. Mm. Ze fraten me helemaal op voor energie en je krijgt er heel weinig voor terug. Ja. Um, afscheid nemen is altijd met schelden, omdat dat makkelijker is voor die kinderen. Dan dat ze normaal even gewoon zeggen. Yo, Yo Maatje, mm. tot de volgende keer. Dus daar had ik moeite mee. Ik kreeg ook een kind in die tijd. Dus jongen, ik ging helemaal stuk. Dus ik had die opleiding gedaan, MBO 4 in de pocket. En toen dacht ik: van uh, ja, weet je, ik ga gewoon uh, sergeant, uh, of ik wil opleider instructeur bij Defensie. Want dan heb ik mijn instructiebeurt mm -hmm. gedraaid, omdat ik nog steeds ja, dacht: van, ja, ik ga gewoon ja, militair ja. blijven, weet je wel. Dus uh, ik naar School Zuid ging ik daar uh, opleidercursus doen. En daar merkte ik wel van: ja, ik ben toch, ik, ik zit er anders in, man. Ik uh, vind het veel belangrijker hoe het met die persoon gaat, hoe het met de mens gaat. Stop. Als jij, als jij nu zo vertelt, hè. Ja. Luc, als je dan even, je, jou, jouw woorden zijn in dit hele verhaal, hè? Ja. Stukje andere functies, uh, even gewoon. Ja. Het is allemaal niet even. Het is allemaal gewoon. Oh ja, toen kwam ik, bed, ik, ik, kreeg ik ook nog een kind. Oh, ging, ja, ging ja, het Ja, wat is, je, <laughs> <zo> weet je? <laughs> zo ervaren dan, man. Ja, man. Maar dat, weet ja. je, de, dus even dat, wat je eventjes opzond, gast, er komt iets wat op jou terecht en uh, dan vergeet je even wat, even wat daarvoor is gebeurd. En je de ja. fysieke ongemakkelijkheden in je lichaam. Ja, ook nog. Ja. Dus wat een strijder. Ja, ik woog over de 100 kilo, trouwens, ja. die tijd. Niet normaal, hè? Ja, ik weet het nog. Man, ja. Nee, man. Maar, wat een wat dat zegt wat over jouw uh, karakter, Luc. jouw doorzettingsvermogen, jouw de wil om door te gaan. Ja. En niet in een slachtofferrol te kruipen. Nee, ik ga door, ik heb groen bloed. Ja. Weet je, dat wilde ik even zeggen, makker. Dat heb je wel, man. Ja, knap, dankjewel. man. Dan mag, ja, mogen mensen een voorbeeld Psst. aannemen. Ja, ik, ik hoop dat uh, sommige mensen dat wel doen, ja. Want... Hebben we Luxen LinkedIn al gevonden, Mich? Uh, kom, er niet in. kom je er niet in? Nee. Oké. Okay. Want jij bent niet ingelogd. Oh, sorry. Maakt niet uit. uit. toen straks nog wel. Ik moet even... Luister, oh. mensen. Ik moet echt even... Sorry. Even complimenten aan mijn broer geven. Luister, we hebben een camera minder... En uh, ik weet dat jullie uh, gewend zijn dat er allerlei dingen tussendoor worden opgezocht, maar hij moet nu gewoon, normaal zet hij dan het widescreen op en dan kan hij weet je aan de slag en dan kan hij alles rustig opzoeken. Dus ik hoor hem nu op de achtergrond knoppen bonken en alles <laughs> en hij, hij is echt zweet uit zijn naadkever uh, aan het werken. Dus uh, ja, het is misschien worden we niet verwend zo vandaag. En dat doet het verhaal van van, van uh, Luc, ja niet goed voor mijn gevoel, maar het verhaal is het verhaal, weet je. Ik wil graag dingen met beeld, ja. beeld, beeld altijd ondersteunen, maar ja de techniek laat ze ook een beetje in de steek. Dus ik bro, heel veel laten zien, hoor. ja ook dat. Maar dit soort dingen, weet je, dat is gewoon perfect. En ik de link staat in de beschrijving daar. Ja, is in de beschrijving en sowieso je kunt over overal voor. Green inspiration, greens, ja, dat is mijn bedrijf. Ik heb ook ja. nog... Uh, ja, dat is, mijn, uh, dat is mijn eigen bedrijfje. Daar ben ik ook mee bezig. Ja man, ik ben met zoveel dingen bezig als ik dat nou zo niet Maar ik was nog gebleven bij die pedagogisch werk. Want ik kwam maar, erachter dat... Uh... Ga, blijf op, op Luc. Vertel het hoor. Oh. Blijf op Luc. Ja. Vertel um, ja, dat is lastig. <laughs> ja. Nee, maar ik bedoel te zeggen van... Um, um, even denken waar ik was. Ja, pedagogisch werk. Die kinderen die fraten mij op en dat, dat, dat voelde niet fijn. Dus toen ging ik denken van, hey, uh, ik, moet, ik, ik werd instructeur bij school Zuid. En toen kwam ik erachter dat ik veel meer mensgericht was. En dat ik het dus interessant vond om, uh, om met die mensen aan de geslacht te gaan. En niet met het uniform of het pak. En toen ben ik eigenlijk gaan kijken naar welke opleiding past bij mij. En toen kwam ik eigenlijk snel bij psychologie uit. En toen... Uh, ben ik daar uh, gaan studeren? Dat is lastig, man, zo praten. Man, juist, ik vind dit belangrijk. Ik doe dit normaal niet, maar op jouw LinkedIn staan dusdanig uh, informatie, wat juist. Ja. Wat jou, uh, ja, wat ik gewoon wil laten zien. Ik bewonder gewoon Helemaal wat goed. je doet. Helemaal goed. Dus dan doe ik liever hè, beslissingsmomenten. Ja. Toch? Oh, die staan erop, ja. <laughs> nee, dit moet gewoon oh, even. Oh. Juist, kijk. Oh, kijk. Het Hapst. kan jou ook helpen in het vertellen. Snap ja. je maat? Nou ja, weet je, dus, dus ik kwam erachter, um, ik, was, ik had zeg maar een vraag voor mezelf geschetst van waarom heb ik altijd zo snel draagvlak bij mensen. Dat vond ik een belangrijke vraag en ik vond een belangrijke vraag als ik vroeg aan Dennis bijvoorbeeld in de, in de periode nog in Afghanistan, kijk even om het hoekje, voor eigen leven, op het moment dat er weet ik veel wat aan de hand was, ging hij gewoon kijken. En dat zijn vragen van mij van waarom kijkt hij? Kijk, tuurlijk, hij heeft intrinsieke motivatie omdat hij militair willen zijn. Hij vindt de avontuur en de spanning vet. Maar enigszins doet hij het ook voor mij. En dat vond ik twee vragen. Dus waarom heb ik zo snel draagvlak? En waarom kijkt iemand voor mij? Vind ik twee hele belangrijke vragen. En toen ik daarmee aan, aan de slag ging, toen kwam ik erachter dat ik uh, ja, psychologie interessant vond. Dus toen ben ik gewoon psychologie gaan studeren. Gewoon out of the box. Waarom gebeuren dingen, waarom ze gebeuren? Wat... Uh, motiveert iemand? Ja, Wat is, dat, ho ja. Hoe werkt het fucking brein? Hoe werken ja, mensen? Dat vind ik Juist. interessant. Ik vind gedrag interessant. Want, ja. want gedrag vertelt heel veel het is output. Hè? Output van het, ja. van het brein. Dus uh, daar ben ik me in uh, gaan specialiseren. En uh, ja, ook daarin, ik uh, ging mijn Ja, Ik had nog nooit geleerd. Hè? Ik heb ADHD maximaal. Dus ik vond het cute <laughs> om het te lezen. Ik moest in één hoorcolleges in, vier uur lang, met een paar, beetje pauze. Ja. Ik, en ik mag maar schrijven, weet je wel. Allemaal, en ik zie allemaal mensen gewoon een beetje. Op telefoon zitten, maar ik snapte, ik was toch militair, toch? Als, als jij praat, ben ik stil, hè? Ja, ja, ja. Dus ik ja, ja. kan opletten, op schrijven, uittypen, je kent het maakte me helemaal kapot, jongen. Wie schrijft, die blijft. Ja, wie schrijft, die wie blijft. Wie schrijft, die blijft, ja. Maar ik denk, dit is niet de manier. Dus ik moest, mijn, ik moest mijn manier gaan anders. En ik denk, ik moet gewoon alleen opletten als ik het interessant vind. Want dan blijft het beklijven, weet je wel. En zo heb ik die modus gevonden. Ik haalde mijn proppe deuzen. Ik ging naar het tweede jaar. Ik ging naar het derde jaar. Moest ik stage lopen. Daar lag natuurlijk mijn kracht. Ik moest presenteren. Ik moest voorlichten. Ik moest coachen. Ik moest begeleiden. Hé, hey, ja, daar haalde ik ook allemaal weer hoge cijfers. Alleen de theorie haalde ik altijd maar 5,5. Ik was de 5,5 man. Maar dat maakt mij geen nee, uit. <laughs> ik haalde mijn opleiding. En toen. Uh, uh, ik heb natuurlijk heel veel daar presentaties moeten geven bij, uh, bij de Fontes, Want daar zat ik op school. En ik gaf toen al um, gastcolleges bij de uh, uh, hogeschool over leiderschap. Mm -hmm. uh, ook aan toegepaste psychologie studenten. En toen zagen ze dus uh, in mij wel een docent. Van, hé, hey, vind je het niet leuk om les te geven aan die uh, leerlingen? Jij bent echt net iets anders dan we zoeken. Ik zeg, ah, waarom niet? Hé, hey, ben ik gaan regelen? Kon ik met defensie? Want dat is defensie wel, hè. Als je maar zelf in het net klimt. Proactief bent, kan er echt veel geregeld worden. Um, en dan heb ik een samenloopregeling geregeld. Dus ging ik, uh, werkte ik bij de Fancy, maar ik was gestationeerd op de fond, bij de Fontys. Gewoon als burger. En ik ging daar gewoon lesgeven. Alleen door een, ja, echt een bepaalde nice in mijn ogen werd, werkte ik natuurlijk op HBO-niveau. Ik verdiende daar een bak geld op school. Daar zeg je u tegen. Want ik was gewoon gigant infanterie, hè? Ik hey, weet luister graag. Schraal loon. Fucking veteranen, militairen moesten ze weten voor wat zij eigenlijk al nee. allemaal kennen en kunnen buiten, ja, buiten de poort. nee, maar dat. Kunnen ja. verdienen. Nee, sowieso. Er blijft niemand meer binnen. Sowieso. Nee, tuurlijk niet. Nee. Nee, maar ja, daar ben ik ook wel achter, weet ja. je wel. Er is gewoon ja. veel meer. Kijk, financieel is er veel meer te halen buiten de poort. Alleen, um, ja. Het is, het is, ja, joh. Je moet het, het is, ook maar willen. Ja. Kunnen. Maar goed, ik kwam er dus achter dat uh, dat defensie dan de samenloopregeling houdt in dat je dus eigenlijk geld inhouden. en dat je eigenlijk gewoon als sergeant betaald krijgt. Ik zeg, ja, maar hoe? Ik ben daar, ik ben daar, ik ben daar aan het lesgeven en op HBO-niveau en ik word betaald als uh, ito uh, sergeant. Sergeantie, ja. Wat de ja, fuck? Toen zei ik van, uh, nou, daar gaat Lucky niet meer doen. Uh, toen had ik, wacht even, mijn brein ja. ontploft, mijn brein ontploft. Ja. Dus Defensie, omdat jij bij Defensie in loondienst bent... Ja. mag jij dan niet meer verdienen naar jouw rangschaal? Nee. Nee. Ja, dat is de regel, schijnbaar. Heb jij die 5R goed uh, scherp regelen, Ritzelerhouser? Ja, rond? ik dacht dat ik het goed, die, goed had geregeld. Bij die lui, hey, betaal me de rest... Uh... Ja, ik dacht dat ik het goed had geregeld. Want bij de fonds krijg je, hey, Ik vond echt veel geld. Maar weet je wat het is? Dat, uh, dat Defensie... Als, zij, als je Defensie... Jou dat geld laat betalen, zeg maar, of dat jij dat geld gewoon krijgt, dat is niet zo, die gaat weg. Ja. Waarom zou je bij defensie blijven als je daarmee dat waar je bezig nee, bent? Nee, maar ze wilden ook natuurlijk dat ik de overstap ging maken, hè? Dus ze wilden heel graag dat ze mij van werk naar werk zouden begeleiden, want ik zat ook gewoon in een reintegratietraject, want ik was natuurlijk afgekeurd of dienstongeschikt. Nee, ja, ja. Dus ze wilden dat heel graag. Alleen ik zeg, ik laat defensie niet los, want ik ah, okay. ken ik kende het spelletje al. Scherp. Ik had, ik heb al twee keer een handtekening moeten zetten. Uh, om dienst uit te gaan. Maar. maar dat gaat Luc niet doen, want dadelijk uh, zet ik de handtekening... en dan, ben ik, uh, dan zeggen ze, ah, je hebt de handtekening gezet. Dan mag je weg. Ja, ik ben zelf ook aan het reïntegreren, ja, ja. ik weet er alles van, Luc. En ze willen je zo snel en geruisloos mogelijk eruit hebben... van baan naar baan. En er wordt helemaal niet gekeken naar hetgeen jij doet. En uh, wat jij kent. Nee, maar kan. daarom is het dus van belang dat je zelf de regie in handen houdt. Zelf ja. proactief bent. Je, eigen, je bent de regisseur van je eigen leven. Hè? Dus jij ja. bepaalt wat je wil en wat je doet. Precies. En dat moet je echt voor ogen houden. Want dat heb ik gelukkig wel gedaan. En toen kwam dus deze functie als employability adviseur vrij. Uh, want we zijn namelijk bij Defensie bezig met een proeftuin. En de proeftuin. Hey, Daar heb ik net ook al tegen jou uh, verteld in het kort. Dat klinkt, dat is allemaal heel mooi. Alles is mogelijk in de proeftuin. Um, we willen dus. Wat? Ik zit in de proeftuin. De, proef... de Volk volkool. Oh nee, de pil heeft u ook. Ja, ja. Ja, proef... ja dan werk ik niet oh, samen. wacht, proeftuin, defensie, leg ja. het maar uit, proeftuin. Ja, ik kan het niet eens zo makkelijk even uitleggen. Het gaat er in ieder geval om dat de proeftuin houdt in, dat daar in, die, in een afgeschermde omgeving kunnen we gaan zoemelen. met personeel, met mogelijkheden, met talentmanagement, met noem het maar op. Dat is wat, er, wat je kan doen in een proeftuin. Ze zochten iemand die dus talentmanagement wilde gaan starten, opzetten, begeleiden, noem maar op. Gaan invoeren bij de eenheid. Toen dacht ik: hé, met mijn affiniteit, met mijn opleiding, dat ga ik doen. En toen heb ik gesolliciteerd, gewoon old school. Voor het eerst van mijn leven gesolliciteerd. Ik had nog nooit gesolliciteerd. Want ja, je weet hoe het werkt. Als je gewoon lekker in je vel zit en goed bent bij de baas, dan kom je gewoon vandoor naar functie. Ja. Maar toen gesolliciteerd. Oh, oh ja, je, je wordt trouwens OPC bij je. Ja, dat en ja. Nou, en dan nou, en nou werd ik aangenomen. En dat werd dan, uh, ja, het werd een kapiteinsfunctie. Dus, maar dan in burger, dus daar is dan een bepaalde schaal zit eraan gebonden. En toen dacht ik van, hé, hey, dat is ook wel een lekkere stap. Nou, dat gedaan. En nou uh, doe ik dus dat. Alleen, dan komt die, daar zit zoveel omheen. Proeftuin, H, nieuwe HR-model defensie, dus Human Resource Management, weet ik het mm. allemaal. Ja, maar defensie Alleen, altijd met hun fucking modelletjes en dingetjes. En dat nemen ze dit, dan over van de burgermaatschappij. Ja. En de burger heeft dan alweer ervaren dat het niks is. En dan defensie loopt er dan weer uh, dat nog steeds uit te voeren. Ja, nou, en ik uh, heb toen besloten dat ik het gewoon weer dicht bij mezelf ga houden. Want dat is mijn kracht. Mm. En uh, ik heb zijn verhaal verteld. Ik heb al die mensen van die proeftuin heb ik bij elkaar gebracht. Alle commandanten. En uh, ik zeg, voordat ik uh, die aanslag had, heeft nog nooit iemand mij gevraagd hoe het ging met me. En wat ik leuk vond, of wat ik kan, nooit. Het werd er gewoon van uitgegaan dat ik groepscommandant was, toch? Toen reek ik op die bom. Daarna kwamen ze aan mijn bed vragen: van, hoe gaat het met je? Wat vind je leuk? Wat wil je gaan doen? Wil je dat buiten de Defensie gaan doen? Ik denk, hè? Huh? Die mogelijkheden zijn er allemaal. Maar daar hoef je toch, dan denk ik, daar hoef je toch niet eerst voor op een bom te draaien. Daar, daar, daar verdient toch elk personeelslid van Defensie? Iedereen verdient een ontwikkelplan. En daar sta ik voor. Daar ben ik gepassioneerd over. En dat vertel ik ook aan. De mensen die ik nou, uh, die ik nou zeg maar begeleid. Maar zitten ze daar dan niet uh, goed op? Want ik weet nog dat ze bij mij... Uh, dat ze constant bezig waren met pop, pop. Werk aan je pop, hè. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Dan zei ik, jongen, flikker nou op, man. Ik ben fase 3 met je pop. Verlaat iemand die fase 2 is... en een persoonlijk ontwikkelingsplan. Die heeft studies en alles nodig. Dus uh, die gedachte is ja, dus niet goed geweest... die nou, ik heb gehad. Of... Nou, ik denk dan altijd... hoe breng je het? Kijk, ik vertel mijn verhaal. Ik vertel... Waarom het belangrijk is dat je, een, dat, je, dat, je iets op, dat je iets bedenkt van wat ga ik doen met mijn leven of met mijn carrière. Anders krijg je die corporaals die twintig jaar corporaal zijn, die ken jij ook vast nog wel. Ja. En die dan uiteindelijk denken van, fuck, nou moet ik eruit, want ik mijn looptijd de rangers voorbij. Wat moet ik nou met mijn leven? Ja, dan sta je het verkeerd te regelen dan met een me peuk op je bek. Maar je kan, ja. dus, je kan dus bij Defensie gewoon opleidingen krijgen ja, maar je kan, gewoon, ik, ik je, kan wat, je gewoon ontwikkelen. Luister, ik weet wat dit is. Dit is wat defensie altijd roept. Defensie roept bijvoorbeeld, je moet goed voor jezelf zorgen, hè? Dus dat proactief zijn. Maar ja, je moet ook goed... dat kun je wel roepen. Maar uh, geef, waar vind ik dingen? Ja, ja. hey, uh, luister, PeopleSoft. Nee, ja, tuurlijk. Uh, ja, ja. Maar is, dat en is... Dat, het. En de gemiddelde infanterist, dat is uh, geen genist, nee. zeg maar. Hè? Die uh, is niet goed met wiskunde en natuurkunde en uh, noem maar op. Nee, en de gemiddelde infanterist, als die achter zo'n letterbox moet gaan zitten met zijn toetsenbord... en die moet al twee zoekslagen maken, dan is het, uh, ja, flikker op. Ja, ze, ze het, hebben Maak het die uh, jongens nou eens gemakkelijk. Ja, nou, dat vind ik ook. <laughs> ja, precies, helemaal ja. mee eens, want... En die vrouwen ook, hoor. Dus maar vrouwen zijn doorgaans van slim Ja. Maar goed, ja, eens. En ik uh, sta daarvoor. En ik vind het belangrijk dat, dat, dat we het er gewoon over hebben, toch? We moeten het er gewoon dit over is belangrijk. hebben. We moeten er gewoon over hebben wat je wil. Als jij zegt, ik zit op mijn plaats en ik zit goed, hé, hey, goed bezig. Maar klop bij me aan als je ideeën hebt. Als je, ja. Al heb je een idee, ik wil dit gaan doen of dat gaan doen, laat het me weten. Want ik zit in die uh, overleggen met die commandant en met die HR-professional en met die en met die. En als ik niks weet, dan kan ik ook niks regelen. Wat doe jij om uh, die, de mensen te bereiken dan? Ja, ik, ik ben nu veelvuldig bij hun in het gebouw. Dat zegt al heel waar, hè? Ja. Dat is eerst niet. Eerst uh, zat je gewoon in je kantoor en dan uh, hoopt je dat je naar jouw kantoor komen. Maar die drempel is veel te hoog voor die leerling of voor die, voor die uh, militairen. Um, dus ik probeer bij hun aanwezig te zijn. Ik probeer hun te, 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 te stimuleren om, uh, uh, ja, om te kijken naar hun eigen ontwikkeling. Ja, je, en... moet, je moet gewoon uh, pakken en uh, Oorschot in die fucking. Uh... Bioscoop gaan zetten, gewoon ja. lezingen gaan geven maken en ja, zeggen: ja. Boom, dit is wat er nu is. Ja. Dit is wat er voor jou mogelijk is. Ja, en er, er is gewoon superveel mogelijk. Dus, en dat weten ze vaak niet. Ja. Uh, en dat probeer ik gewoon op. Uh... Maar ik ben nu in de fase dat ik talentgesprekken aan het voeren ben. Dus laten we nou eerst eens kijken wat we in het Kuip hebben. Wat, wat voor vlees hmm. hebben we in de Kuip? Dus dat is ook wel belangrijk. Hè? We laten ze een, een analyse maken over zichzelf. En die daar hou ik een talentgesprek over. En daar zien ze al wat, wow, zo, ik heb veel kwaliteiten, ik heb veel talenten. Ja man, dat heb je zeker. Iedereen heeft talenten. En laten we die nou eens in gaan zetten, in plaats van, ik ben niet goed in gesprekken voeren. En dan zegt je commandant, ga jij maar naar cursus gesprekken voeren, jongen. Dan word je nog beter in waar je niet te goed in nu, bent. Nu, ja juist, nu sla je de spijker op zijn kop. Wat mijn ervaring is, wat, bij, wat defensie totaal verkeerd aanpakt. Defensie zet mensen niet in hun kracht. Wat ik daarmee bedoel, is wat jij net zegt. Ja, weet je, waar jij aan moet werken, ja, dat is inderdaad je gesprektechnieken of dit of dat. Uh, Ga maar cursus, dit ja. ja, maar hoe relevant, weet je, is dat? Redt hij zich daarmee? Ja, is dat een vijf of een zes Ja, Dan is dat goed, weet ja. je. Focus nou op eens waar die vent goed in is. Dan. Dan kan die alleen maar meer in ja, maar groeien. Dat. En dan komt er ook meer motivatie. En als er ja. heel veel motivatie is, dan gaan mensen proactief zijn, zaken oppakken, dan krijgen ze Tuurlijk. vertrouwen. Ver en als ja. je dat hebt, dan gaat het als een soort ooievlekje. Dat verspreidt zich op naar ander personeel, ja. dat straal je uit. Alleen ja, het is Goh. natuurlijk een lastige organisatie, omdat iedereen een eigen eilandje heeft, een eigen dingetje. Het ja. Ja, is gewoon een heel, heel project. Is echt, uh... Maar goed, wel leuk om daarin te zitten. Tof man, nou ben ik ook wel van mening, Luc, dat sommige. Uh... En dat trek ik dan ook, ook mezelf aan. Weet je, militairen zijn best wel vaak van: ja, flikker op man, eh, niemand doet wat voor me. Ja, hij luistert gast. Je, je kunt ook wel eens een keer achter die. Eh, in plaats van dat je in de middag achter je PlayStation zit, kun je ook even een Mulan-werkplek opzoeken. En weten, inderdaad, tuurlijk. eventjes kijken wat er nou allemaal is. Uh, ik ben er wel. Die heb je er ook bij hè? Ja, over eens dat je. Uh, weet je, soms dat ken je wel eens van die momenten dat je. Oh, we staan ook op de kazerne. Dat je gewoon tien jaar ergens werkt. <laughs> dat ja. je gewoon niet weet dat dat bureautje er ook is. Dat ja, klopt. Weet je, ja. ja en problemen. daarom moeten die commandanten daar ook weer uh, door gaan geven. Maar wat ik nou ook interessant vind is dat we een. een, een uh, ja, we hebben nou iets aangekocht, een proefperiode. Daar zit bijvoorbeeld de landpool in. Dus stel, jij hebt als commandant een opdracht. Nou, ik werk mm -hmm. nu bij V14, dat is een CBRN-compagnie. Die hebben een. Uh, een opdracht, die doen nou de teststraat in Eindhoven, mm. XXL. Daar heb ik bijgezeten. gezeten, zo blij dat ik er niemand nou bij zit. Als ja. ik dan wel test Maar ook, was. oh ja, maar bij 414 ook? Ja, zeker. DIN-peloton. Ja, Din peloton. Ja, oh ja. Ja, nou, daar, 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 daar ben ik nou de, de, de begeleider. Mm. Maar het mooiste is dat je een talentpool hebt. Dus je kan daar, zeg maar, competenties of talenten aanvinken. En de, voor die opdracht heb ik dat nodig. En dan krijg je dus de meest geschikte mensen, die komen er dan uitgerold, omdat ze die talentanalyse hebben gedaan van de voorkant, komen de meest geschikte mensen eruit rollen. En het mooiste is dat je dus gewoon, je hoeft alleen maar in gesprek te gaan. Als je vijf mensen hmm. nodig hebt, ga met hun in gesprek. Want hun, vanuit de aard van het beestje, valt de opdracht in hun. Ik uh, vind hun fijn om te doen, laten we het zo zeggen. Ik, ik mis een, een klein deeltje, ja. deeltje dus ik, ik wil het helder hebben, Luc. Jij zit op, op dat bureau, Human Resources. Human ja ik zit gewoon bij de P dienst de van -dienst. oorschot alleen uh, daar hebben ze nou allemaal omgeschoold wij zijn nou een HR team en ik ben dan de employability adviseur in dat HR team oké okay, wat, wat ben jij jij bent op zoek naar talent of jij uh, nee ik vind het belangrijk dat de mensen weten welk talent ze in zich hebben oké okay, en uh, nu ben je bijvoorbeeld aangesloten bij een club 414, veertien ja. peloton en daar ga jij hetgeen wat jij zeg maar in je hoofd hebt wat je ontwikkeld hebt ga je, ben je nou aan het beproeven daar ja nou nou heb ik het helder ja. Daar, maar ik uh, ik voel daar namelijk heel voor wat jij doet. Ik, ik ben al ontwikkelen van hoe gaat dat nieuwe traject eruit zien? Van uh, 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 een ontwikkelplan maken. Hè? Wat, wat is die behoefte dan? Hoe moeten we dat inregelen? Daar ben ik mee bezig. Maar de tool, zeg maar, onze talentpool, in, dat is gewoon een portal. Dat is gewoon ingekocht vanuit buiten Defensie, extern. Dus daar heb ik, verder, daar heb ik gewoon een opleiding voor gehad. Daar kan mm -hmm. ik heel goed. Um, maar. Wat ik zelf aan het doen ben, is dus wel de contact vinden met die mensen. Weet je wel, dat ze me gaan vertrouwen, dat ze uh, weten wie ik ben, wat ik kan, wat ik doe. En, en, en dat was helemaal weg, dat vertrouwen. Mm. Ze wisten helemaal niet dat er iemand was, joh. Ja. Dus daar vind ik voor belangrijk dat ik daar tijd op investeer. Dat en dat begint bijvoorbeeld met uh, makkelijk bereikbaar zijn via WhatsApp. Ja. Heel simpel, toch? Ja. Of uh, ja, uh, ook een keer om vijf uur reageren. Dat vind ik niet erg, maar mm. dat vinden die mannen wel of fijn, weet je wel, ja. dat je een keer ook gewoon. Dat je flexibel bent. Ja. Dat je gewoon maar, het, moet niet je eigen grens het, overgaan. Als het, maar. maar als het bij die mensen maar helder is, wat jij voor hen kan betekenen, ja. zeg maar. Dat moet wel, dat, dat, dat is wel helder zijn. Ik zie jou ook op jou. Als je op je LinkedIn kent, ik, ik weet niet. Uh, ik zie jou ook trainingen geven. Ja. 24 uur trainingen, Luc. Kun je me daar? Dat vond ik zo interessant. Ik zie ook mensen ja. adem ja. uh, uh, mensen in een, uh, in een ijsbad. Ja, naast mijn uh, ja. burgerbaan bij Defensie, zeg maar, heb ik een eigen bedrijf opgezet. Um, ik ben eigenlijk met mijn studie ben ik stage gelopen bij Good Work Personal Development. Dat is een bedrijf wat zich bezighoudt met prestatieverbetering van mensen. Um, en daar heb ik eigenlijk heel veel geleerd. En ik heb ook heel veel aan hun te danken, omdat ik daar zeg maar mentale kracht heb uh, ondervonden. En mentale kracht, dat kan ik eigenlijk wel heel makkelijk uitleggen. Als je een emmer hebt, je gooit er water in. Op een gegeven moment loopt die emmer over. Uh, wat we leren we bij Defensie? We leren die emmer te vergroten want dat is mentaal, dat noemen we mentale weerbaarheid. Dus we gaan die emmer groter maken, dan kan er lekker meer water in. Meer water, ja, ja. Maar op een gegeven moment loopt die alsnog over, toch? Ja. Nou, mentale kracht zorgt ervoor dat je een gat aan de onderkant kan maken. Dus die emmer blijft gewoon normaal. Zodat hij niet van de bovenkant leeg loopt. Hij loopt maar aan de onderkant, onderkant leeg. leeg. Nou, en er zijn een aantal vaardigheden die je daarvoor kan inzetten. Bijvoorbeeld visualisatie, bijvoorbeeld gedachtencontrole, bijvoorbeeld aandachtscontrole, actiereflexie. Dus hoe reflecteer ik op dingen? Uh... Ja, nou, het zijn er zes. Nee, en die, die vaardigheden kun je inzetten om uh, je prestatie te verbeteren en om uh, stress te reguleren. Dus dat is super interessant. En met die uh, kennis ben ik ook uh, vanuit mezelf gaan begeleiden, gaan coachen. Omdat het gewoon werkt, omdat het helpt, omdat het fijn is om te zien dat mensen daar beter op gaan, zeg maar. Nou, en daar ben ik ook uh, ijsbad trainingen gaan doen met een maat van mij, mm -hmm. Ruud van de die uh, is ademcoach. Mm. Uh, en dan hebben wij ochtenden. En dan pak ik het mentale deel van hoe zit dat brein in elkaar? Wat, doet, wat doe je op het moment dat er stress is? Wat doet het brein met stress? Hoe reageer je daarop? Wat gebeurt er allemaal in je lichaam? Wat voor gedachten kan ik hebben? Uh, en hoe kan ik die niet helpende gedachten omzetten? Want we hebben bijvoorbeeld 75.000 gedachten per dag. Hey, daarvan is 75% negatieve. We zijn echt wat dat betreft zieke mensen. Ja, de, Want die bovenste de... schild, ons bovenste deel van het brein, dat is ons mensenbrein, zoals we dat noemen, ja, zoogdierenbrein. -niet dat is onze -niet vakker, juist, juist, Want die Het Dat kan... breintje moeten uh, Nee, maar we hebben... We, dat brein, dat is gruwelijk. Waarom? Wij kunnen in het die, hier en nu staan, wij kunnen terugkijken, daar kunnen mm. wij iets bij voelen. Wij ja. kunnen vooruitkijken en daar kunnen we ook iets bij voelen. Dus dat kan niemand. Dat kan geen hond, dat kan geen, dat kan geen reptiel, kan nee, dat kennen ze niet. Wij kunnen dat. Wij kunnen dat. En dat is het grootste tyfussoi eigenlijk. Want, um, en dan heb je nog die mobiele telefoon. Die dus dat ringetje. Dat, vroeger was het gewoon jagen, verzamelen. We gingen de, de grotten uit en we gingen jagen. Er stond een stresssysteem aan. Pop, eten, klaar, slapen. Even seks hebben, stresssysteem aan, hop en slapen. Maar nu is het de hele dag door gas geven. En niet alle mensen kunnen dat tegen. Dus daar moeten we andere vaardigheden voor aanleren. Om daar wel tegen te kunnen. Dus dingen inbeelden, visualiseren. ...focus je waar je mee bezig bent. Noemen we eens een visualisatie oefening? Iets wat je dan doet met dingen visualiseren? Um, nou, wij hebben heel veel met virtual reality gedaan. Ik heb ook bij GoodWork... ...heb ik het virtual reality gedeelte ...toen uh, samen met... Weet, uh, je, hè? Ja, weet, ja, weet je hoe ik het doe? Ik, doe, nou? uh, ja, ik ben me heel erg daarmee bezig gegaan... ...afgelopen jaar. Ik heb mezelf natuurlijk ook... Uh, ...moeten herpakken, hervinden. Maar bij mij werkt dat... Uh, ...met mediteren. In, ja, het, in, de, in de meditatie... Ja. ...kan ik mezelf zien... En dat is voor mij visualiseren. Maar ik kan ook uh, het plan zien. Dus wat ik, waar ik naartoe ja. ga. Stel voor ik heb een, op, een optreden of wat. Dan zie ik mezelf met die microfoon dat uitvoeren. En zie je dan... Ja, zie je extern? Extern. Dus jij ziet en jezelf... Ik zie mezelf al. staan. Kun jij ook wisselen van beeld? Nee, dat nog niet. Ik kan het niet. Want, ik, dat is echt ja. veel, hè? Dat nog niet. Want dat betekent dat je... Dat heeft met emotie te maken. Ja. Dat is mooi. Dat moet je maar eens onderzoeken, ja. want... Ik heb dat namelijk ook. Ik heb volgende week de... <laughs> ik, zie altijd, van, ja. ik zie altijd alleen maar mezelf van een afstand. Ja, maar proberen vanuit jezelf te kijken. Maar dan kom je te daar ben ik naar op zoek, daar, ben ik na, ja, daar ben ik naar op zoek. En dat hebben zes ayahuasca ceremonies... is dat ook nog niet geweest. Nee. Die oude body dat ik mezelf van de andere kant ja. kon zien. Maar misschien komt dat wanneer het nodig is. Sowieso. Ja. Ja, toch? Nee, maar het is belangrijk dat we niet... We mogen er gewoon bij stilstaan, toch? We mogen bij stilstaan bij uh, wat we aan het doen zijn. Als je bewust bent van je handelingen, mm -hmm. dan kun je daar ook invloed op uitoefenen. Ja, en dat is belangrijk. Want als je er invloed op uit kunt uitoefenen, dan kun je ook een ander resultaat krijgen. Een andere toekomst. Dat is belangrijk, hè? Ja, dus als je iets doet wat je niet wil en je doet dat onbewust, word je niet vrolijk van. We kunnen, we moeten echt, uh, hoe heet het? De toekomst. Uh, nou ben ik even van de wap, want ik krijg volgens mij een signaal. Nee, eh... Uh, ja. <laughs> Hoe je dit? Nee, ik wilde iets zeggen over de... Ja, juist. Dit was het. Uh, jij bent baas over je eigen realiteit. Ja. Daar ben ik echt achter. En jij... Ik, ja, ik geloof in de wet van de aantrekkingskracht. En die... Ja, dat wat... Als je positief denkt... Als je gelooft dat het gaat gebeuren, dan gaat het gebeuren. Ja, tuurlijk. En, en dat, dat is echt zo. En mensen weten niet... Ja, ik ben er ook kapot voor moeten zijn. Ik ben kapot gereest. Maar om... Jij bent echt in charge of fucking you. Ja. Jij bepaalt echt of de goede of slechte dingen gebeuren met jou. Ja. Luister, het is altijd zo dat de gebeurtenis, de gebeurtenis die gebeurt, is voor jou en mij hetzelfde. De output is bij jou anders dan mij. De, ons gedrag is anders. Dus dan moet er maar één ding tussen zitten wat dat gedrag verandert. Dat is je hoofd. En alles in je hoofd doe je door uh, opvoeding, door ervaringen. Uh, je, je referentiekader bepaalt namelijk hoe jij denkt, die, die heeft invloed op jouw emoties. Die ja. heeft invloed op alles. Dus op het moment dat we daaraan kunnen sleutelen of om kunnen zetten, ja. dat betekent dat we ander gedrag krijgen. Dat betekent dat de persoon tegenover je anders reageert. Dat betekent dat de ja. toekomst anders wordt. Dat betekent dat de resultaten. Hoe simpel is dat? Simpel. Als we een paar sleuteltjes kunnen vinden Juist. in ons hoofd. ...kunnen we het omzetten. Die gebeurtenis wordt niet anders. En dat kan, met bepaalde dingen wat jij zegt... ...visualisatie, stressoproepen bijvoorbeeld... ...van ijsbad bijvoorbeeld. Je ja. kunt mijn control nemen, ja. nemen over je mind. Waar ik nou heel erg in uh, aan het verdiepen ben... ...en uh, ik heb ook voor mijn gevoel dat dat voor mij beter werkt. Ik werk heel erg vanuit mijn... ...dit klinkt zweverig, misschien boeit me niet... ...vanuit mijn hartfrequentie. Dus dat is voor mij... Ik, heb, hard, ik heb echt het idee, uh, idee... ...ik leef echt vanuit mijn, uh, vanuit mijn hart. Ja. Dus, uh, Energiemanagement is ja. ook een belangrijke vaardigheid, want... Nou, uh, de, de coherent, incoherent. Je ziet, uh, als je moet je maar eens kijken, je kan je aankoppelen. En dan zie je van die pieken, dan heb je de alpen noemen we dat. Ja. Maar dat moet eigenlijk gewoon lekkere golven zijn. Je moet coherent zijn. De, de slagen tussen jouw hart, dus jou, de, de ja. tijd tussen jouw hartslagen moet eigenlijk gelijk zijn. En op het moment dat jij uh, stresservaringen ervaart of je zit niet lekker in je vel, dan zie jij dat dat pieken worden en dat dat die tussentijd ja. verschilt. Ja, dat zijn allemaal mooie mogelijkheden om dat onder controle. Hoe krijg je dat onder controle? Door goed te ademhalen. Ja, toch? Ja. Die amygdala, ik weet niet of je weet wat dat is, radar van, van emoties. De amygdala, je hebt het niet over de pijn al maar de amygdala. Ja, die zit in de amandamvormige ja, ja. dingen in je hoofd. Ja. Dat is de radar van eigenlijk negatieve emoties. Dat is eigenlijk, ja. die, die scant en die zegt, pof, ja. het is slecht. Maar daar hangt een kwap overheen, je prefrontale cortex. En die prefrontale cortex, die zorgt er dus eigenlijk voor dat je kan analyseren, dat je kan plannen, dat je kan nadenken, dat je, weet ik veel, heel veel doet die. Maar die, die kwab is ook pas ergens rond je 7, 28ste ontwikkeld. Hè? Dan is die pas. Ja, die is later ontwikkeld. Laat dan... pas, juist. Klopt, ja. Dus we vragen heel vaak aan 15 jaar reflecteren eens even. Juist. Dat is vrij lastig. Ja, dat is hè? vrij lastig. Maar in ieder geval, die kwab, als die niet goed door bloed is. Dat krijgen we dus als we heel veel stress krijgen. Want er gaat namelijk ons bloed naar een ander deel van ons hoofd. Eh, of van ons lichaam. En dat betekent dat die amygdala de vrije ruimte krijgt. Let op. Want die kwab, die is niet goed door bloed. Dat wordt losser. Die komt los te liggen, die amygdala. Dat is best wel inter interessant en moeilijk allemaal uit te leggen. Maar die krijgt de vrijheid om los te gaan. Dus die wordt niet meer geremd. Mm. En daardoor zie je, als je dus lange tijd onder stress leeft, dat je geëmotioneerd raakt. Je kan niet meer goed plannen. Je kan niet... Het loopt allemaal door elkaar heen. Dus daarom zijn ademhaling energiemanagement is heel belangrijk om die weer goed te vullen met zuurstofrijk bloed. Daar weer... weet mijn broer alles van. Ademshit. Uh, shit, deze ja? ja, heeft een hele mooie ademhalingssessie gehad. Oké. Okay. Ja, echt cool. mooi. Ja. Maar dat heeft dus heel veel invloed. En dat heeft allemaal met elkaar in verband en dat vind ik super interessant. Makker. Bam. Ik kan uren met jou ja, door, doorlullen, maar we gaan hem echt langzaam <laughs> ja, afronden. Ik ben langzaam Want, al bezig, man. We, wow. we, we, maar wij, wij, ja, maar dat is, jij en ik Dat was vroeger, vroeger ook al. Wij kunnen uren. Maar ja. ik heb iets leuks. Okay. Uh, ik ga uh, deze materie waar we het net over hadden, volgende week op de complotvader. Des vader als complotoloog van Indigo Revolution TV, Mickey Verleeuwen. Uh, die komt hier. Dus dan zou ik ongetwijfeld deze materie gaan daar en cool. verder. Ik wil jou uh, super graag bedanken. Wat ik ook ga doen later, is ik ga veteranen die op de podcast zijn geweest, ja. ik ga een soort van koppels doen. Dus ja. dan mensen die al zijn geweest, koppel ik en die komen dan met z'n tweeën. Oh, zo ja. Dus uh, kijken, ja, is gewoon, het is mijn podcast. Weet je, ik kan, ja. kan doen en uh, testen wat ik wil. Leuk man. Ja, dus mensen vergeet alsjeblieft niet uh, subscriben, liken. Kijk, hij is blij dat ik het doe. Hij is... <laughs> ik, ver... ik vergeet dat altijd, Luc. Dus uh, Luc, hartstikke bedankt ja. uh, voor het delen van je, van je verhaal. Uh, ja, mensen. De, er is echt veel ondersteund vandaag met de filmpjes. We hadden maar uh, twee camera's. Maar ik, uh, ik heb er een goed gevoel over. Ik ben blij, jongen. Je ik bedankt. heb uh, bedankt, energie. Energie, bro. Heerlijk. Ja. Dus uh, ja, dankjewel. Dus like, subscribe. En uh, leuk, dankjewel. Wij houden, ja. wij houden contact met elkaar. Sowieso. Daar hebben we het nog over gehad. Ja. <laughs> ja. Oké, okay, dus mensen, hou Bro, gewoon ons maar eruit, man. Jo, jo.